velen onder jullie al gehoord hebben, om uw aanwezigheid ook te bevestigen via de chatfunctie. Maar ik ga ook voor alle zekerheid en voor een dubbelcheck ook nog eens de aanwezigheden mondeling bevragen. Luc Petermans. Luc Petermans. Ja. Ja, Luc. Oké. Okay. Kathleen Helze. Aanwezig. Ronnie Korthout. Ronnie Korthout. Ja, Milo. Oké, Ronnie. Ja. Christian van Thielen. Aanwezig. Gerda Battel. Aanwezig. Hilde van Reet. Aanwezig. Peter Keimeulen. Aanwezig. Mireille Colson. Aanwezig. Mark van der Wouwer. Aanwezig. Evelien van Bets. Aanwezig. Wara Schouwaars. Aanwezig. Pieter Jan Parijn. Aanwezig. Geert Sterks. Aanwezig. Maria Leers. Aanwezig. Rafaël Genechte. Aanwezig. Wie Zooms. Aanwezig. Tim Tubacs. Aanwezig. Dolinda Voet. Aanwezig. Elke Verlinde. Aanwezig. Christophe van Dingenen. Aanwezig. Karen Broes. Aanwezig. Stefan Korthout. Aanwezig. En zelf ben ik ook aanwezig, uiteraard. Beste collega's, allemaal een goede avond toegewenst. Ook Tina, Koen en natuurlijk ook aan onze inwoners die deze zitting van de gemeenteraad van 23 november 2020 bijwonen. Gewoon heel snel, collega's, een paar praktische dingen toch nog eens in herinnering brengen. Zet uw micro's aan bij commentaar, vergeet dat niet. En zet ze af bij afronden. U weet dat dat de vorige keer wel eens wat problemen heeft gegeven, bijgeluiden enzovoort. Problemen, één telefoonnummer, ditmaal 014. 53 90 24. Goed. Collega's, nog bij wijze van formaliteit, althans dat hoor ik, dat hoop ik. Ik vermoed dat wij kunnen doorgaan met het akkoord dat we bereikten de vorige digitaal zittingen. Akkoord met betrekking tot het stemmen via de fractieleiders. Als mensen daar een bezwaar tegen hebben, laat het dan weten. Daar zal met respect worden op gereageerd. Oké, als je het woord vraagt, we gaan het niet via het handje nog niet doen. We gaan gewoon de traditie voortzetten. Dus het woord wordt gevraagd, dan... het woord wordt gevraagd via gewoon intikken op de chatfunctie woord. Ik zie dat Karen vraagt om het telefoonnummer te herhalen. Met plezier, Karen. Dat is 014 53 90 24, ondertussen al meegedeeld. Oké, collega's, dan kunnen we het eerste agendapunt aansnijden. De traditie, getrouwe goedkeuring van de ontwerp, notulen en het zittingsverslag van 26 oktober 2020. Ik laat de behandeling van dit punt even voorafgaan door een mededeling van onze algemeen directeur, Tina. Graag het woord aan u. Ja, goedenavond allemaal. Met betrekking tot de ontwerpnotulen van 26 oktober werden er twee vragen gesteld door raadslid Luc Petermans om toe te voegen aan de ontwerpnotulen. Met name de mail van de burgemeester aan Agentschap Binnenlands Bestuur. En ook het ontwerpbesluit met betrekking tot het toegevoegde agendapunt van raadslid Luc Petermans aan vorige zitting met betrekking tot de politieke correctheid en neutraliteit van de voorzitter. Graag akkoord. Oké, collega's. Ik zie dat Peter, onze burgemeester, het woord vraagt met betrekking tot deze mededeling van Tina. Peter, aan u het woord graag. Ja, heel kort hoor. De meerderheid heeft geen probleem met de opname in de notulen. Dat wil ik gewoon meedelen. Oké, collega's. Collega's, zijn er nog bemerkingen omtrent de ontwerpnotulen en het zittingsverslag van de Raad van oktober? Ik zie niets binnenkomen. Oké, dan kan ik overgaan tot de stemming via de fractieleiders. Luc Petermans. Akkoord. Tim Tubacs. Tim. Akkoord.
Christophe van Dingenen. Akkoord. Karen Broes. Ja. Karen? Akkoord. Oké. Oké, collega's. Dan zijn we al aan het tweede punt beland. De politieverordening COVID-19. Aanpassing organisatievergaderingen. Een evidentie om te kunnen verder vergaderen zoals we nu bezig zijn. Zijn hieromtrent vragen of kan ik meteen tot stemming overgaan? Oké, collega's, geen vragen. Dan gaan we over tot stemming. Luc Petermans. Akkoord. Tim Tubaks. Voor. Christophe van Dingenen. Ja. Karen Broes. Akkoord. Oké, collega's, dan is met unanimiteit dit punt goedgekeurd en kunnen we verder digitaal vergaderen. Dan snijden we punt 3 aan, het huishoudelijk reglement met voorgestelde wijzigingen. Collega's, wij hebben daar binnen de coalitie daar straks nog over vergaderd en wij doen het voorstel om dit punt uit te stellen naar de gemeenteraad van januari, zodat we ondertussen met jullie, met de oppositie, met jullie allemaal, natuurlijk wellicht via kleine delegaties, dat we ondertussen hieromtrent eens kunnen samenzitten om uiteindelijk de bedoeling geconcretiseerd te zien van te landen met een huishoudelijk reglement waarin iedereen zich kan vinden. Ronnie, ja, dank u, Tina. Oké, Ronnie, u heeft het woord. Ik zie u niet op mijn chat, maar goed, dit even terzijde. Nu wel normaal, denk ik. Niet? Nee, ik zie u niet. Maar ja, dus... Nu wel. Bij mij op de chat zie ik u. Maar niks, dat is niet erg, Ronnie. Nee, gewoon dank u wel dat jullie dat willen uitstellen, want we hadden daar heel wat serieuze bedenkingen bij. Een aantal punten die jullie willen ofwel weglaten ofwel toevoegen aan het huishoudelijk reglement. Dus we zullen het dan volgende keer bekijken. Oké, perfect. Dus dan ga ik over tot stemming omtrent de verdaging van dit punt naar de gemeenteraad van januari 2021. Luc Petermans, akkoord? Luc, akkoord met de verdaging van dit punt naar de raad van januari 2021? Ja, akkoord. Tim Tubaks? Akkoord. Christophe van Dingenen? Yes, ja, akkoord. Dank u, Karen Broes. Akkoord. Dank u, Karen. Collega's, het volgende punt, het vastleggen van de data van de gemeenteraad, van de gemeenteraden en de raden voor maatschappelijk welzijn in 2021. Zijn daar vragen omtrent? Ik zie geen vragen binnenkomen. Dan mag ik aannemen dat dit punt ook ter stemming kan worden voorgelegd. Dan vraag ik aan Luc Petermans zijn stem. Luc? Ja, excuseer me, ik had het woord gevraagd, maar ik denk dat ik goed gedrukt heb. Ja, ik zie... Het spijt me, maar ik zie niks binnenkomen. Dat was een fout van mij. Ik heb... Maakt niet uit, Luc. Maakt niet uit. U heeft het woord. Gewoon een kleine opmerking. Dit jaar is de gemeenteraad van september uitgesteld. Niet doorgegaan. Terwijl het dan de volgende gemeenteraad heel lang was. Waar dat dan ook vanuit een bepaald groep een druk werd opgelegd om rap door te gaan. Dat is niet goed overgekomen. Dus geen enkel probleem dat het onder voorbehoud is. Maar we willen toch wel vragen om er niet voor te zorgen dat dan de volgende gemeenteraad overdreven lang duurt. Als er genoeg punten zijn, toch best vergaderen. Oké, dank u voor uw bemerking. Zijn er nog bemerkingen, collega's? Ik zie niets binnenkomen. Dan ga ik over tot stemming via de fractieleiders van dit punt. Luc Petermans. Akkoord. Tim Tubaks. Akkoord. Christophe van Dingenen. Ja, akkoord. Karen Broes. Akkoord. Dank u, collega's. Dan is dit punt ook unaniem goedgekeurd en gaan we over naar
Punt 5, brandweerzone Kempen, principiële verdeelsleutels. Zijn daar vragen, collega's? Dan kunnen die gesteld worden aan onze burgemeester. Ik zie geen vragen binnenkomen op mijn chat. Oké, dan ga ik... Ja, ik denk dat Luc vraagt, Milo. Ja, ik had hier... Oké, nu zie ik hem binnenkomen, Luc. Oké, Luc, u heeft het woord. Bijkomende informatie gehad. Ik begrijp uit de toelichting dat, dat de onroerende voorheffing zwaarder weegt nu, dat dat een voordeel is voor de gemeente Hasselt. Wat me logisch lijkt, want we hebben een grote oppervlakte en relatief weinig inwoners. Het zal dan ook een groot voordeel zijn voor Geel, vermoed ik. Nu, een ander heikel punt is altijd geweest de aanrijdtijden, waar dat Hasselt, meer bepaald de zone Ramsel, enerzijds, maar hetzelfde geldt voor Hulshout en voor Laakdal. Daar zijn de aanrijdtijden bijzonder lang, in die mate dat het eigenlijk zou nodig zijn dat er een bijkomende kazerne komt, wat dat een enorm hoge meerkost zou zijn en ook praktisch niet gemakkelijk organiseerbaar, want een brandweerkorps op poten zetten op korte tijd en dat langdurig volhouden in een regio waar relatief weinig gebeurt, dat is bijna onbegonnen werk. En daar is de discussie in het verleden geweest om ook in de verdeelsleutel meer rekening te houden, want het is niet logisch dat we in Ramsel een kwartier moeten wachten gemiddeld bijstand. En dat is geen kritiek, dat heeft puur met de afstanden te maken. Dat we even goed bijdragen dan degene die bij wijze van spreken de brandweerkazerne op de Kerkentoren. Dat is één van de parameters in het geheel, maar die te weinig doorweegt voor de profiteurs. En een tweede punt erbij, de dringende medeshulp. Dat is iets wat op veel plaatsen door de brandweerzone gebeurt. Onder andere Westerlo heeft ook verschillende brandweerwagens, op één of twee, ik weet het niet zeker meer hoeveel dat het vandaag is. Maar Hasselt is een van onze grote grondpunten samen met Hulshout. De Hulshoutse ambulancedienst die in Ramsel gevestigd is, dat heeft wellicht al heel wat mensenlevens gered. Maar in de cijfers worden die inspanningen niet meegenomen. Dus er zijn veel ritten van het medische vervoer die op het grondgebied gebeuren door de Hulshoutse ambulancedienst, maar in de verdeelsleutel hier meegenomen. En eigenlijk zou het feit zijn dat die dienst een deel van de groep zou krijgen, omdat daar niet in regeling genomen wordt. Heel beter vraag, beter zijn daar overwegingen geweest, of misschien is het ook niet ter sprake gekomen, want kijk, ik weet niet in hoeverre dat dat een problematiek was die u al bekend was. Oké. Peter, antwoord. Collega's, ja, mag ik vragen om uw micro af te zetten wanneer u niet spreekt? Want er is, ja, nu is die brom weg. Dank u. Ja, Luc, de opmerkingen die je geeft zijn terecht. Voor wat betreft een post in Ramsel, dat is niet ter sprake gekomen. Nu, misschien heb jij dat in 2018 nog meegemaakt dat de oefening van de nieuwe verdeelsleutel een bijzonder moeilijke oefening is, waarin we eigenlijk zelfs tot een paar weken of een paar maanden geleden ja, er nog van uitgingen dat er een scenario was dat de gouverneur zou moeten beslissen. Dus zo slecht zag het er op een bepaald moment uit dat er geen consensus, geen compromis kon gevonden worden. We hebben toen besloten met de burgemeesters van de brandweerzone om de financieel directeurs daarin te betrekken. Er zijn uiteraard politieke motieven in het zoeken van een evenwicht, maar er zijn ook soms technische aspecten aan verbonden die het politiekers misschien dan iets makkelijker maken om bepaalde keuzes te maken. En dat is ook zo in deze geweest met de investeringstoelagen. Nu, voor wat betreft Hasselt zelf, is het een gunstig saldo. Hè. Door die ratio kadastraal inkomen, aantal inwoners, gaan wij in de exploitatietoelagen een stuk minder betalen. We gaan wel in de toekomst een bijdrage moeten doen, maar dat zat eraan te komen voor wat betreft het onroerende gedeelte. Maar dus
nog een keer, dat is dan een deel dat we al hadden meegenomen. Maar ik denk, Luc, je hebt er een aantal jaren in gezeten in de brandweerzone, ook als voorzitter. Als daar elementen zijn met betrekking tot een brandweerpost Ramsel, ik moet eerlijk zeggen, ik ken die argumenten of de motivering om zo'n post daar te zetten niet. Maar ik ben altijd bereid om daar een gesprek over te voeren om te weten welke zaken dat ik kan meenemen. In elk geval, dus voor wat betreft het voorstel dat vandaag voor ligt, zijn we blij dat niet de gouverneur de beslissing zal nemen, maar dat er toch in consensus binnen de brandweerzone een voorstel op tafel is komen te liggen. Oké, Peter, bedankt voor uw toelichting. Zijn er nog bemerkingen, collega's, omtrent dit agendapunt? Ja, als ik het even mag, kan dat alleen maar... Ja, Luc, oké. Maar ik vrees dat er een probleem is met uw micro. Ik heb een laptop die voor een van de gemeente meeloopt, die een heel veel geluid maakt. Ja, maar het is geen verwijt hoor. Maar het valt. Dus dat is een probleem. Kan het niet verhelpen als ik de micro open. Ja, maar nee, geen probleem. Doet u maar. Dichtzetten als ik niet aan het woord ben. Ik kan alleen maar bevestigen voor een stuk wat Peter zegt. Als er geen consensus is, dan is het de gouverneur die beslist bij een regelgeving die het federale reglement, parlement gestemd heeft en die nog veel nadeliger zou zijn. Dus het is eigenlijk onderhandelen met het mes op de keel. Dus ik maak ook geen opmerkingen die als verwijt bedoeld zijn, in tegendeel. Maar dat neemt niet weg. Ten tweede, een brandweerpost voorzien in Herselt, Ramsel of Houtvenne. Ik denk niet dat het realistisch is. Dat is te duur en dat is moeilijk realiseerbaar. Maar in de onderhandelingen onderling en om daar ook eventuele mogelijkheden om toch de Hulshoutse ambulance dienst, die in Ramsel gevestigd is, want het is een beetje verwarrend met de woordgeving. Ze waren vroeger van Hulshout, Houtvenne, maar ze zijn verhuisd naar Ramsel. Daar is een onevenredigheid wat toch wel eigenlijk weinig respectvol is naar een dienst die voor de mensen van Ramsel bijzonder belangrijk is. Je moet weten, elk dringend medisch vervoer, dan denk ik echt aan heel dringende dingen, zoals hartinfarcten en dergelijke meer, dan telt elke minuut. Met de Hulshoutse ambulancedienst winnen we daar toch 7, 8 minuten in aanrijdtijden. En dan moeten we ook nog weten dat we vanuit onze gemeente nog een redelijk lange aanrijdtijd hebben. In de twee richtingen eigenlijk. Dat is iets waar we in het verleden ook omwille van dezelfde reden niet in geslaagd zijn om dat op te lossen. We hebben gezegd van ja, we brengen het naar de volgende legislatuur. En geef het u mee, ik wil het altijd mee bespreken. Maar dat is een verhaal dat toch belangrijk is voor onze gemeente. Heel goed voor Laakdal, dat zal daar een partner in zijn. Dat kan misschien toch nog betere cijfers leiden. Alleen maar de cijfers, maar dat is natuurlijk. Oké, bedankt voor die bemerkingen. Kunnen wij hier afsluiten, collega's? Is er nog? Nee, ik zie geen vragen om verdere bemerkingen te formuleren. Dan kunnen wij overgaan tot stemming met betrekking tot dit punt brandweerzone Kempen, principiële verdeelsleutel 2021-2026. Luc Petermans. Wij gaan akkoord met de bemerking. Dat mag heel kort zijn in verband met de aanrijdtijden naar Ramsel toe. En de functie van de Hulshoutse ambulance dienst hadden we wel graag mee opgenomen gezien. Oké, bij deze genoteerd. Tim Tubaks. Akkoord voor. Oké, Christophe van Dingen. Ja, akkoord. Karen Broes. Akkoord. Oké, collega's, dan gaan we over naar het punt in het verlengde van het net behandelde punt. Brandweerzone Kempen, de verdeelsleutel heel concreet voor dit jaar, 2021. Zijn daar vragen omtrent? Omtrent die 3,46% verdeelsleutel? Ik zie geen vragen om tussenkomst binnenkomen, collega's. Mag ik dan overgaan tot stemming? Luc Petermans. Akkoord met dezelfde bemerking als daarnet.
Oké, genoteerd. Tim Tubaks. Akkoord. Christophe van Dingenen. Ja. Akkoord. Karen Broes. Akkoord. Oké, collega's, dank u. Met unanimiteit in acht genomen de bemerkingen van de fractieleider van CD&V plus 2230. Volgend punt, collega's. Het retributiereglement op de inzameling en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten. Dat zou Mireille toelichten. Ja, als er vragen zijn, uiteindelijk hadden we dit uitgesteld. Maar dan werd er ons door de financieel directeur op gewezen dat we dit toch best nu al agendeerden en al behandelden. Aangezien er anders een probleem zou kunnen ontstaan bij de aanbieding in januari, dat ze dan niet genoeg tijd zouden hebben om alles te programmeren. Dus echt, het is gewoon puur praktisch. Er wordt uiteraard nog wel doorgewerkt aan een gratis contingent. Dat had ik al vorige keer ook al gezegd van dat snoeiafval. In de tekst heb ik ook wel even de definitie nog eens meegegeven, want dat werd vorige keer werd die vraag ook gesteld van snoeihout en snoeiafval. Zoals jullie kunnen zien valt dat snoeiafval nu onder tuinafval en zit daar ook nog een probleem in. Willen we daar een gratis contingent aan koppelen, dan moeten we daar een ontdubbeling doen. Dus daar zijn we op dit moment mee in onderhandeling met IOK. Te kijken hoe dat we dat praktisch kunnen aanpakken. Dus vermoedelijk komt dit agendapunt hopelijk begin volgend jaar al terug. Maar dan louter en alleen om aanpassingen te doen wat betreft snoeihout en snoeiafval. Ik zie dat iemand het woord vraagt. Peter, excuus Peter. Ja, ja. Ja, ik wilde nog even aanvullen op Mireille en ik doe een oproep aan Luc Petermans, die ook in de raad van bestuur van IOK en IOK afvalbeheer zit. Je weet, hij was ook aanwezig in de verschillende discussies, of gesprekken tenminste, om die theoretische discussie van snoeiafval, snoeihout en wat er dan onder toepassing valt, om die te voeden. Je weet dat mijn betoog daar was van, goed, we hebben een belangrijk project behaagd te Kempen. Ik vind dat een heel goed project. We hebben ook de plantenboomactie. En dan staat een beetje het principe van te betalen voor uw snoeihaaksel. Staat er een beetje haaks op. Hè. Nu, dat is een blijkbaar niet zo'n gemakkelijke discussie. Maar het is een oproep, hè, een open oproep, Luc, om samen voor onze gemeente aan hetzelfde zeel te trekken. En ervoor te zorgen dat het snoeiafval van de Hagen niet onder dezelfde rubriek dan gras valt. Hè. Want zeg nu zelf, behaag de Kempen, dat is dan een heel mooi ecologisch project. Gras is eigenlijk een weinig ecologisch gewas, om het zo te zeggen. Dus eigenlijk dat het grasafval zou betalend blijven, daar heb ik geen probleem mee. Maar ik denk dat we met z'n allen, ook met andere collega's binnen de Raad van Bestuur, daar toch zeer veel nadruk moeten leggen op het gratis contingent van snoeiafval. Het is een open oproep, Luc. Maar ik doe hem hier graag omdat het onderwerp wordt aangesneden. Oké, Peter. Bedankt voor uw tussenkomst. Ik zie dat Ronnie het woord gevraagd heeft. Ronnie, ja, voorzitter. Hoort u mij? Ja, perfect. Ja, ja. Buiten de discussie over het snoeihout, hadden we eigenlijk nog twee andere opmerkingen. Puntje 1 gaat eigenlijk over het grof huisvuil. Dat heeft toch wel een stijging van 9%, dus een retributie of een belastingverhoging, direct of indirect. Oké, het zal wel te maken hebben met een harmonisatie of een gelijkstelling binnen de gemeenten die bij IOK zijn aangesloten, maar het is toch weer al 9% verhoging. Puntje 2 gaat over al wat kalk en gips en roofing toestanden is. Dat stijgt met maar liefst 20% van 0,125 naar 0,150, dus 150 eurocent per kilo, dus 20% stijging. Dat betreuren we toch wel. Dat hier weer al twee zaken fors de hoogte ingaan die uiteindelijk onze belastingbetaler mee moet financieren. Oké, goed genoteerd, Ronnie. Zijn er nog collega's die verder willen reageren op wat tot nu gezegd is? Of kunnen wij tot stemming overgaan, in acht genomen? Luc, sorry,
met enige vertraging zie ik u binnenkomen nu. Oké, Luc, u heeft het woord. Oh, Peter, excuseer, ja, ik. Okay. Ja, nee, gewoon even aan toevoegen, die harmonisatie van tarieven past eigenlijk, en dat wil ik toch ook graag eens duiden, past in een groter kader natuurlijk. Hè. De bedoeling is om binnen het IOK afvalbeheerwerkveld te komen tot een situatie waar dat je waar ook terecht kan komen met uw fracties. Hè. Dat je het shoppen tussen de verschillende recyclageparken, dat stopt. Hè. En dat je via die harmonisatie eigenlijk die onvolkomenheden eruit halen. Maar goed, harmonisatie is altijd een plus en altijd een min. Dat is zeker waar, dat ga ik zeker niet onder stoelen of banken steken. Maar ik wil graag ook het breder kaartje daarop leggen. Namelijk, dat stelt ons op termijn ook in staat om ons afval waar ook binnen het IOK werkingsgebied te kunnen deponeren. Oké, Peter, dank u. Collega's, zijn er nog bemerkingen? Kunnen wij afsluiten? Ik zie niemand binnenkomen op de chat. Dan ga ik tot stemming over met betrekking tot agenda punt 7, het retributiereglement. Luc Petermaans. Klein ogenblikje, alsjeblieft. Even terugkomen. Onthouding. Oké. Dus de CD&V plus 2230-fractie onthoudt zich. Tim de Baks? Voor. Christophe van Dingenen? Christophe? Micro staat aan. Christophe, ja. Uw micro staat af. Oh, geduld, ja, ja. Ik heb geduld, hoor. Moeten wij thuis zijn of zo? Sorry. Nee. Oké. Christophe, uw stem? Ja. Oké, Karen Broes? Akkoord. Oké, dank u Karen, dank u collega's. Dus dit punt is goedgekeurd, in acht genomen, de onthouding van de CD&V plus 2230-fractie. Dan gaan we over, collega's, naar de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. En daar is het voorstel vanuit de coalitie om de punten 8, 9, 10 en 11... in bulk te behandelen, omdat het allemaal eigenlijk gelijkaardige punten zijn, mandateringen van onze mandaatdragers, respectievelijk Dolinda Voet, ook Pieter-Jan Parijn en ja, de afgevaardigden in die intercommunales, of beter gezegd opdrachthoudende of dienstverlenende verenigingen. Geert Sterks onder meer, ik was even zijn naam aan het zoeken. Het voorstel is om in bulk te stemmen. Ik moet dan wel eerst natuurlijk stemmen over dit voorstel, of dat de fractieleiders daarmee akkoord zijn. Indien zij daar niet mee akkoord zijn, dan nemen wij die punten natuurlijk stuk voor stuk op. Geen enkel probleem. Dus ik laat eerst stemmen over het voorstel om in bulk die vier agendapunten te behandelen. Luc? Akkoord. Tim Tubaks? Volledig akkoord, ja. Christophe? Ja, akkoord. Karen? Akkoord. Oké, collega's. Dan gaan wij stemmen met betrekking dus tot de mandatering van onze mandaatdragers, mandatering op die verschillende buitengewone algemene vergaderingen om die agenda's en de punten die eronder geschikt zijn goed te keuren. Luc Petermaans? Akkoord. Tim Tubaks? Akkoord. Christophe van Dingenen? Yes, akkoord. Jaren Broes? Ja. Akkoord. Oké, dank u collega's. Dan maken wij een grote sprong voorwaarts naar agenda punt 12. Aanvullend politiereglement verwijderen asverschuivingen op de Varendongse Steenweg. Als hier vragen over zijn, dan zal RAF die graag beantwoorden. Karen vraagt het woord. Dank je wel, Milo. Wij vroegen ons af, gaan jullie dit ook in de Witputstraat doen en het Hooilaar verder aanpakken? RAF?
Dit is de vraag van de Vaardenhoekse Steenweg. De Witputstraat hebben we nog niet eigenlijk om de verkeerscommissie vernomen. En het Hoylaar hebben we momenteel eigenlijk die actie ondernomen. En vanaf toen af zijn er geen enkel of geen enkele klacht meer geweest. We hebben daar ook tellingen laten doen. Dus oké, dankjewel. De Witputstraat vroeg ik omdat dat een soortgelijke situatie is met die chicanes. Daarom. Hm. Als je dat zou kunnen meenemen eventueel, dankjewel. Ja, dank u. Oké, Karen. Ronnie vraagt het woord, collega's. Na Karen. Ja, inderdaad, voorzitter. We hebben er toch wel wat bedenkingen bij. Nu, wij weten dat er geen enkele oplossing voor dat tracé volledig zaligmakend is. Of dat volledig de verwachtingen afdekt op het vlak van... U valt weg, Ronnie. Excuseer. Ronnie, u viel... Nu wel? Nu wel terug, ja. Ja, oké. Dus er is geen enkele oplossing die hier eigenlijk ideaal is. Het is een heel lang tracé dat niet overal controleerbaar is. Niet op het vlak van verkeerskundige ingrepen, laat staan op het vlak van repressieve controle. Maar ik stel me toch wel wat vragen. Ik rij zelf ook met de fiets. En voor een fietser alleen is het niet dadelijk een probleem. Maar ik heb al wel ongevallen gezien op dergelijke bumpers eigenlijk. Het zijn van die rubberen hoogde matten. Als je alleen bent, kan je daar netjes misschien nog langs doorfietsen. Maar als je met een groep bent, is dat wel gevaarlijker. Een tweede bemerking die we hadden bij dergelijke kussens is het mogelijk lawaai, vooral bij vrachtwagentransport of container of zwaardere wagens. En dan denken we vooral aan de buurt die daar hinder kan van ondervinden, want vooral in het eerste deel en in het laatste deel van dat tracé staan toch wel wat woningen kort bij elkaar. Dan spreek ik niet over de ongemakken. Ik weet niet of velen van u al gereden hebben met een aanhangwagen of een remorque, maar dergelijke ingrepen zijn niet prettig om over te rijden, ook niet bij hele lage snelheid. Ik spreek dan nog niet over ziekenvervoer of de 112 die daar moet overhobbelen wanneer het echt nodig is. Dus gewoon maar om te zeggen, het is niet de ideale oplossing. Misschien is er geen ideale oplossing. En ik denk dat jullie daar ook aan getwijfeld hebben, want als ik er het college of het collegebesluit op nakijk, dan zie ik dat de verkeerscommissie op 12 april 2019 stelde dat er nog altijd overdreven snelheid is in de Vaardenhoekse Steenweg. En zij adviseren dan, dus 12 april 2019, om de verschuivingen te verwijderen en te vervangen door deze verkeerskussens. Maar dat advies werd door het college op de zitting van 6 mei 2019 uitgesteld. Ik denk gewoon verdaagd of voorlopig niet op ingegaan. En wat zie ik dan op de verkeerscommissie van 23 oktober 2020, dat is anderhalf jaar later, komt dat er terug op en wordt opnieuw overdreven snelheid aangekaart. Dan denk ik van ja, als men daar anderhalf jaar laat overheen gaan, dan denk ik dat ook het college misschien niet volledig achter deze oplossing staat of stond of nog altijd niet staat. Ik weet het niet. Maar wat mij daarin ook verwondert is, men spreekt over overdreven snelheid. Wanneer wij zouden zeggen van misschien kunnen we wat doen aan die verschuivingen, dan denken we meer aan rechtstreeks contact van zwakke weggebruikers met die asverschuivingen en mogelijke ongelukken. Maar nee, daar wordt niet over gepraat. Men heeft het enkel over overdreven snelheid. Nu, ik ken dat tracé heel goed. En je moet maar eens proberen om tegen meer dan 50 per uur door die asverschuivingen te rijden. Dat lukt helemaal niet. Dus ik weet ook niet wie er opnieuw bezwaar heeft aangetekend. Ik hoef het misschien ook niet te weten. Is dat één persoon?
is dat heel de straat of wat dan ook. Maar het verwondert mij dat het twee keer op een verkeerscommissie wordt behandeld, waar het de eerste keer gewoon door het college aan de kant wordt geschoven en nu dus na anderhalf jaar terug ten berde komt. Dat zijn onze opmerkingen en dat is ook de reden waarom onze fractieleider zich bij dit punt straks zal onthouden tijdens de stem. Dank u wel. Maar Luc heeft nog het woord gevraagd en Warre, ik vergis me toch niet, hè? Luc en Warre hebben nog het woord gevraagd in het kader van dit punt. Ja, een kleine aanvulling nog voor wat Vaarden-Ookse Steenwijk betreft, ook in de verkeerscommissie. Dezelfde verkeerscommissie is er een hele tijd geleden geadviseerd om een fietsstraat te maken. Het eerste deel van de Vaarden-Ookse Steenweg, we hebben daar toen fel tegen geageerd. Dat is toch een fietsstraat geworden. Maar een paar maanden later hebben jullie dan toch zelf ingezien dat dat niet de beste beslissing was. En is die fietsstraat voor een groot stuk terug weggedaan. Dus maar tot aan de Hoge Dreefmeer en niet tot aan de Zijweg Berglaan. In diezelfde verkeerscommissie was even goed het advies om ook achteraan de Vaarden-Ookse Steenweg fietsstraat in te voeren. En dat is een klein beetje in het verlengde van hetgeen dat Donnie ook stelt. We weten, er zijn een paar mensen die heel actief willen dat hun persoonlijke wil, die ze dan graag verwoorden, in naam van iedereen, maar er staat voor de rest niemand in, die dat proberen te dringen. Probeer hier niet dezelfde fout te maken. We hebben deze overwegingen ook allemaal genoemd. En ik twijfel er niet aan dat jullie dit ook voorstellen met de beste bedoelingen, maar een verkeersdrempel voor de deur, als je van één ding zeker kunt zijn, dat is die mensen die het voor de deur krijgen. Daar gaan de meesten niet gelukkig mee zijn. Er zijn voorbeelden genoeg ook van mensen die een verband leggen met darten in hun woning en zelfs meubilair en wat erin staat, dat voor elkaar allemaal op de dag ziet van een verkeersdrempel voor de deur. Wees voorzichtig met dat allemaal in één keer te doen. Een praktische opmerking is ook dat in de toelichting, daar is geen plan bij. Dat is misschien strikt genomen niet nodig voor de verkeersdrempels. Maar het is niet duidelijk dat jullie de bedoeling hebben om elke losverschuiving te veranderen, te vervangen, door op dezelfde plaats, dan bedoel ik, of dan vermoed ik, tussen die twee delen van de afschuiving, daar een kussen te leggen. En hoe breed gaat dat kussen zijn over de volledige breedte van de weg? Of kan men dat ook naast fietsen? Het zijn kleinigheden, of dat lijken misschien kleinigheden, maar voor fietsers en voor aangelanden zijn dat heel belangrijke taken. Pas hiermee op dat je dezelfde fout maakt als degene die in de Hoge Dreef gebeurd is en met de fietsstraat in de Vaarden-Ookse Steenweg. We hebben jullie toen ook het beste wil de bevindingen van het verleden meegegeven. Het is niet om kritiek te geven of om negatief te zijn, maar dat is in het belang van de bevolking ook. Dus ook graag duidelijkheid over die plaatsen waar dat die kussens komen en hoe dat jullie hoe dat er gaan uitzien. Oké, Luc, goed genoteerd. Voor ik het woord geef aan Warre, wil ik aandacht vestigen op de boodschap van Tim, die ik onderschrijf. Luc, om u een headset te laten bezorgen tegen de volgende raad, want het is inderdaad, denk ik, nogal duidelijk dat de storing op uw PC zit. Met een headset is dat verholpen, want nota bene, ik heb met hetzelfde probleem gezeten met mijn laptop, die niet van de gemeente is, dus het is een vrij algemeen of meer voorkomend probleem. Goed, dit gezegd zijnde, mag ik het woord geven aan Warre. Warre, u had nog een vraag, een toelichting, een bemerking? Ik kom op de vraag van Karen in verband met de Witbertstraat. Ik denk dat in de Vaarden-Ookse Steenweg wel de vraag kwam van de bevolking zelf. En dit is in de Witbertstraat helemaal niet het geval. En ik denk dat er ook niet echt problemen zijn. Dat er geen klachten zijn van de omwonenden. Maar ik spreek dan uit ervaring natuurlijk. Dus daar zijn die paden volgens mij wel een goede oplossing. En dan ook nog even melden. In het besluit van dit punt, daar staat wel het opheffen van de paden. Maar het water van de club, dat staat daar niet in vermeld. Ik weet niet of dat nodig is. Ik stel voor van Warre,
Raf antwoord te laten geven, maar ik zie dat Karen ook nog binnenkomt met een vraag voor een bemerking. En dan koppelen we, stel ik voor, terug naar Raf, tenzij dat u nog aanvullende bemerkingen had, Raf. Barra. Nee, dat was het. Oké, dank u. Karen, dan is het woord nu aan u. Dankjewel. Ik had kort aan, want het betreft enkel een opmerking op Barra en niet per se het agendapunt. De Witputstraat is effectief wel gevaarlijk voor fietsers met die chicanes. Als je in die, ik heb dat meerdere keer al aangehaald, meer dan één gemeenteraad, als je als fietser in die chicane zit, op het moment dat er een auto aankomt, de auto is koning altijd geweest, die moet en zal die chicane ook inrijden en die fietser kan omvergereden worden op dat moment. Dus het is en blijft een gevaarlijke situatie. Kussens blijven op dat moment veiliger voor een fietser. Losstaand even van alle andere argumenten, maar dat wou ik even gezegd hebben. Oké, Karen, dank u. Raf, is er uwentwege nog een repliek op al wat gezegd is tot nu toe? Ja, we gaan rekening houden met de bemerkingen die hier gegeven zijn. Sommige te terecht, sommige al dan niet terecht. Ik zal u tegen volgende ook een volledig plan eigenlijk uitgewerkt bezorgen eigenlijk waar wij van plan zijn om kussens te voorzien. U gaat ook kijken dat die kussens voorzien zijn eigenlijk in stukken waar dat geen bebouwing is. Dus dat we de bezorgdheid van de bewoners eigenlijk ook volledig kunnen weghalen. We zullen het tegen volgende keer wel mee weghalen. Nu, ik moet ook bijstaan hetgeen wat Karen zegt, die chicanes, eenmaal als men als fietser in de chicanes zit en er komt een auto aan, ik ben er ook niet graag bij, echt niet. Goed. Oké, Raf, kunnen we afronden hier, collega's? Oké, Ronnie heeft al de onthouding van de CD&V plus 22-fractie aangekondigd, maar uiteraard wordt er nu gestemd. Luc Petermans? Onthouding met de bemerking, er is geen plan. Nu verneem ik dat niet overal een kussen zou komen, dus het is eigenlijk een onvolledig agendapunt. En verwijzing naar de opmerkingen van Ronnie, onthouding inderdaad. Oké, onthouding van CD&V plus 22-30. Tim? U? Ja, voor. Oké, Christophe? Ja. Karen? Akkoord. Oké, collega's, dan is dit punt conform het stemgedrag zo net aanhoort goedgekeurd. Het volgende punt, sociaal huis, Bergom, Zusterhuis, een nieuwe erfpacht. U weet, collega's, dat die twee punten, 13 en 14, eigenlijk te maken hebben met het feit dat het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden alleen subsidies kan geven wanneer de erfpachtnemer, het OCMW Herselt, wanneer het OCMW van Herselt erfpachtnemer is, een zakelijk recht heeft, met andere woorden. En met andere woorden, is het een evidentie dat de gemeente Herselt die erfpacht moet overgeven aan het OCMW van Herselt met betrekking tot agendapunt Bergom Zusterhuis. Ik zal ze alle twee apart behandelen, omdat ze toch wel enkele accentverschillen hebben. Dus zijn hieromtrent vragen op agendapunt 13? Er is geen... Oké, agendapunt 13. Zijn hieromtrent vragen, collega's? Dus puur een pragmatisch punt om subsidies te kunnen bekomen in hoofden van het OCMW. Luc Petermans? Oh, Ronnie, ja, er komt iets met iets vertraging binnen. Excuseer. U heeft het woord, Ronnie. Er zit blijkbaar veel vertraging op, want ik had al langer aangeklikt. Nu, we begrijpen wel dat het Zusterhuis in het beheer van het OCMW moet komen, omwille van de redenen die u al aan heeft gehaald. En dat het moet kaderen in het sociaal gebeuren. We zijn er ook voorstander van om onder andere die invulling mee te geven. Dat is ook de reden waarom wij destijds de aankoop van die woning in gang hebben gestoken. Ik dacht dat was in 2018 ergens. Wat ik wel graag zou hebben, en bij vorige vragen is dat ook al aan bod gekomen. Dit Zusterhuis is een alleenstaand geval, maar dat kadert eigenlijk in een totaalvisie en
wat jullie ook hebben toegegeven of aangehaald in een geïntegreerd plan van aanpak. Met andere woorden, een plan van aanpak voor heel de site rond de kerk van Bergom met dit zusterhuis, met de torenkelder, met de bovenzaal, met het voormalige huis, zegers en dergelijke. Dus graag hadden we toch wel op vrij korte termijn geweten, vermits we hier toch stappen zetten naar invulling. Wanneer is dit masterplan klaar, eerst en vooral? Ten tweede, is er al een bevraging of een voorbereiding geweest? Ik denk daarbij aan de diverse stakeholders, school, verenigingen, kerkfabriek, parochie en dergelijke. En ten derde hadden we dan ook graag op een van de volgende gemeenteraden een voorstelling van dit globaal masterplan omtrent heel de Bergomse site. Dank u. Oké, die vragen zijn genoteerd, Ronnie. Collega's, zijn er nog vragen? Want hier ligt uiteraard de goedkeuring van de erfpachtoverdracht ter stemming. Hè? Oké, mag ik dan tot stemming laten overgaan? Luc Petermans, agenda punt 13. Akkoord. Tim Tubaks. Akkoord. Christophe van Dingenen. Ja. Karen Broes. Akkoord. Dank u, collega's, voor deze unanieme consensus met betrekking tot dit punt. Het volgende punt is min of meer gelijkaardig. Het gaat hier over het gegeven dat de kerkfabriek Sint-Servaas die kapel in erfpacht heeft gegeven aan de gemeente. En nu nogmaals, om die subsidies te kunnen trekken waarop daar straks gealludeerd, moet die erfpacht overgedragen worden van de erfpachtnemer, gemeentebestuur Herselt. Dus de erfpachtnemer is, die moet op zijn beurt die erfpacht overdragen aan een nieuwe erfpachtnemer, het OCMW van Herselt. En de kerkfabriek Sint-Servaas heeft daar uiteraard geen bezwaren rond geformuleerd. Zijn hier nog bemerkingen over, collega's? Want dan laat ik Ronnie. Heeft u nog een vraag, Ronnie? Ja, Milo, ik had het woord gevraagd, klopt. Oké. Wij gaan uiteraard akkoord, maar ik had wel een bemerking ook hierover. En ook hier begrijpen we waarom die erfpacht moet gegeven worden. Ook te meer omdat in dit project de sociale invulling is gedaan. Waardoor ook anderzijds, en hij heeft elke vorige keer al toegelicht, dat hier mogelijkheden of belangrijke mogelijkheden ontstaan om een subsidiering te krijgen voor het realiseren van het project. En ook onze fractie hoopt van harte dat die subsidie richting Herselt kan komen. Maar anderzijds hadden we toch ook graag ondertussen, net als voor het masterplan Bergom, ook hier een meer concrete planning voorgeschoteld gekregen. Met andere woorden, wanneer krijgt het dorp Vaarwinkel zijn gemeenschapscentrum, / parochiezaal of verenigingslokalen? Zeer concreet, is er nu al een nieuw, definitief of een aangepast oud plan dat goedgekeurd is? Ligt dat klaar? Wanneer worden de afbraakwerken aan het huidige gebouw gestart? Met andere woorden, wanneer kan het perceel bouwrijp worden gemaakt? En dan natuurlijk heel belangrijk, zijn dat vergunningen die dan moeten afgeleverd worden? En wanneer verwachten jullie dit? Met als slotsom natuurlijk mijn eerste vraag, of algemene vraag, wanneer heeft Vaarwinkel zijn gemeenschapslokalen? Oké, Ronnie, die vragen zijn genoteerd en ondertussen komt er ook nog een vraag van Luc voor een bijkomende interpellatie hieromtrent. Ja, gewoon een vraag. In verband met het kerkenplan zijn er besprekingen over de toekomst van de kerken binnen ons grondgebied. Heel concreet, hier is voor Vaarwinkel een overeenkomst met de kerkfabriek dat dan een kapel moet opgenomen worden in het gemeenschapscentrum van Vaarwinkel. Dat was de vraag 2 jaar geleden.
is vandaag de kerkfabriek of de bevoegde instantie. Ik weet niet wie dat er vandaag over beslist. Maar we weten welke besprekingen er in het verleden geweest zijn. Is het nog altijd zo dat de instantie die daar bevoegd voor is, vragende partij is om een kapel te voorzien in de nieuwbouw in Baarwinkel? Of is dat gewijzigd? Peter zal hierop antwoorden. Ja. Ik ga daar kort op antwoorden. Ik heb dat trouwens, dacht ik, in de Raad van Oktober ook al gezegd. Dat is dat de besprekingen in dit kader van het kerkenbeleidsplan in alle vertrouwen en discretie doorgaan. En dus met andere woorden kan ik daar geen antwoord op geven en wil ik dat eigenlijk ook niet doen, omdat het vertrouwelijke karakter van die besprekingen wil ik hier eigenlijk niet mee schenden. We zijn eigenlijk kort bij het einde om te landen in dat kerkenbeleidsplan. En we willen in geen geval de kansen op een goed einde hypothekeren. Oké, dank u Peter. Mark vraagt aansluitend het woord. Mark, u heeft het woord. Als antwoord voor de vragen van Ronnie kan ik u mededelen dat het lastenboek opgemaakt door de architect binnen is op het gemeentehuis. Dat onze diensten nu momenteel dat aan het bekijken zijn. Dus die hebben nog niet de kans gehad om dat klaar te maken voor goedkeuring voor de gemeenteraad. Planning is om dit op de gemeenteraad te brengen. Normaal van december, maar we stemmen voor januari om de gemeenteraad van december niet te veel te verzwaren. Maar daarboven moeten we vooraleer dat we kunnen vergunnen eigenlijk zekerheid hebben om de VIPA-subsidies, waar ook dat die erfax is overgedragen naar de OCMW, om die daar goed te krijgen. Dus heel concreet, lastenboek binnen. Administratie is nu momenteel daar volop mee bezig en dan zullen we dat op de gemeenteraad brengen voor januari, waarna dan de aanbesteding zal kunnen uitgestuurd worden naar de diverse aannemers. Oké, Mark, dank voor uw bijkomende toelichting. Er vraagt nog iemand het woord. Nu gaat het heel snel. Elke vraagt het woord. Ja, ik wou Mark gewoon aanvullen. Hè. Wat betreft de VIPA-subsidies zijn we momenteel bezig om dat dossier rond te krijgen voor aanvraag. Wij willen dat dit jaar nog buiten hebben. En we zijn ook bezig met het klaarmaken van de voorafgaande vergunning van het dienstencentrum. Want dat is ook gekoppeld aan de VIPA-subsidies. Dat gewoon ter info. Dat zal waarschijnlijk ook op de volgende gemeenteraad komen. Dank u, Elke. Ronnie vraagt aansluitend op zijn beurt het woord. Ronnie, u heeft het woord. Overbodig, want ik had willen vragen aan Elke om Mark aan te vullen op het vlak van het pakketje VIPA. En dat is ondertussen gebeurd. Dank u wel. Oké, perfect. Collega's, kunnen we dan tot stemming overgaan over deze overdracht van de erfpachtakte tussen de huidige erfpachtnemer Herselt, gemeentebestuur, gemeente Herselt, aan de nieuwe erfpachtnemer OCMW Herselt, met akkoord van de kerkfabriek Sint-Servaas. Luc Petermaas? Akkoord. Tim Tubbaks? Akkoord. Christophe van Dingenen? Ja. Karen Broes? Akkoord. Oké, Karen, dank u. Unanimiteit omtrent dit punt. Collega's, dan verlaat ik nu de zitting voor de twee volgende agendapunten. En Maria Leers zal ook de zitting verlaten voor agendapunt 15, het budget 2021 van de kerkfabrieken. Ik heb het gemakkelijk om de zitting te verlaten, want ik zit in de raadzaal. Dus ik kan in het publiek gaan zitten. Voor Maria is dat iets moeilijker. Ik stel voor dat zij gewoon uit beeld gaat. Dan is dat digitaal wel in orde, geloof ik. Collega's. Oké, Christophe neemt vervolgens nu het voorzitterschap waarvoor de agendapunten 15, budget 2021 van de kerkfabrieken, en punt 16, wijziging meerjarenplan 2020-2025. Kerkfabriek Sint-Servaas Herselt. Tijd om de zitting te schorsen en te gaan plassen, zeker? Nee. punt 15, budget 2021, kerkfabrieken Sint-Servaas Herselt, kennisname daarvan. Ik denk dat dat redelijk gemakkelijk en redelijk simpel te doen is daarover. Tenzij dat er nog vragen zijn of opmerkingen daarover.
En het meerjarenplan, agenda punt 16 dan, wijziging, meerjarenplan 2020-2025, Kerkfabriek Sint-Servaas. Er is een meerjarenplanwijziging ingediend door de Kerkfabriek Sint-Servaas ter goedkeuring door de gemeenteraad. Daar is een wijziging, een verhoging van de gemeentelijke investeringstoelage van 40.000 euro. En de vraag ligt voor aan de raad om, om dat goed te keuren. Ik zie hier dat Ronnie het woord heeft gevraagd. Dus bij deze krijgt Ronnie het woord. En als er antwoorden op moeten komen, dan gaat de financieel, of dan gaat de verantwoordelijke, ik denk dat dat Mark is in dit geval, daar wel een antwoord op geven. Wij zullen dat wel goedkeuren. We hadden ons ook geïnformeerd, vooral naar die 40.000 euro uiteraard, omdat dat een beetje uit de band sprong. En we hebben begrepen dat dat te maken had met een negatief advies van monumenten en landschappen of weet ik veel wat, met het feit dat er geen ladderhaken of niet voldoende ladderhaken misschien zouden aanwezig zijn op dat dak, maar desalniettemin blijft dit een aanzienlijk bedrag voor het plaatsen van een aantal haken. Nu, het is werken op hoogte en niet alle firma's zullen daarvoor geëigend of de nodige vergunningen of aannemersnummers hebben. Maar we zouden toch willen aandringen om dit dossier heel goed op te volgen en te kijken dat we misschien toch wel met wat minder dan 40.000 kunnen komen. Dat was gewoon onze opmerking hierover. Dank u wel. Ik denk dat dat wel nuttig is. Goed. Geen aanvullingen, dan gaan we over tot stemming. Ik denk dat Luc Petermans het woord ook nog gevraagd heeft. Ah, Luc vraagt het woord. Vertel maar, Luc. Ja, gewoon even de bedenking. Die ladderhaken voordien, het is voor de kerkfabriek, maar wij worden toch wel geacht om daar extra subsidie voor te geven vanuit de gemeenschap. Het lijkt mij meer aangewezen om het voorzien van die ladderhaken in één keer te combineren met eventuele werken die nodig zijn. Als men er nu specifiek die kosten moet voordoen, dan kan het in één keer doorgaan. Ik denk niet dat dit een bijkomend voordeel is. Misschien is er een goede reden voor, maar het is maar een bedenking. Als het mijn huis zou zijn, dan zou ik de ladderhaken voorzien samen met de eerste noodzakelijke herstelling waar het nodig zijn. In plaats van twee keer te betalen om de installatie te voorzien, de veiligheidsmaatregelen te voorzien. Maar, Oké, iemand die daar een antwoord op wilt geven misschien? Of een... ja, ik wil daar even kort op reageren. Inderdaad, ik stel het ook vast samen met Ronnie en Luc dat de gevraagde investering bijzonder hoog is. Ik heb wel in de verslagen gezien van de kerkfabriek dat zij denk 3 offertes hebben opgevraagd, wat zij dan de beste optie hebben genomen. Dat gaat over die ladder en klimhaken, waardoor dat er op een veilige manier op die daken kan betreden worden. Nu dat daar gekoppeld moet zijn, zoals dan Luc Peetman zegt, van dat daar ineens dan ook bijkomende dakwerk moet uitgevoerd worden. Daar zijn we niet over gegaan, maar ik zal dat eventueel meepakken met die mensen van beleidsmensen van het kerkfabriek om dat te bekijken. Nu moeten we wel gaan oppassen dat dan de factuur nog niet verhoogd wordt, want dat is uiteindelijk ook niet de bedoeling. We weten ook allemaal dat we een beetje in de hoek gedrukt zijn met die toestaan van die budgetten. Wij moeten daar, als de kerk, die kerkfabriek die budgetten vraagt, dat wij daar moeten in volgen. Oké, dank u wel, Mark. Dan gaan we over tot de stemming ervan. Ik ga het woord, of het akkoord of het niet-akkoord, de mening van Luc Petermans vragen. De fractie is akkoord. Akkoord. Tim Tubaks. Akkoord. Ik zal dan zelf voor mensen met mensen akkoord. En Karen? Akkoord. Akkoord, dank u wel, Karen. Dan kunnen wij verder gaan met een agenda. Punt 17. Ik denk dat Milo terug kan komen. Bedankt voor uw waarnemend voorzitterschap, Christophe.
Collega's, dan gaan we over naar punt 17, aanleg voetpaden, dienstjaar 2020. En daar is toch wel een toelichting dooraf gewenst voor de bredere context van dit agendapunt te schetsen. Raf, graag het woord aan u. Ja, eigenlijk hadden we een volledig plan klaargelegd eigenlijk voor de volgende jaren ook voor de fiets- en voetpaden te gaan onderhouden en te herleggen en te verbeteren. Nu, in 2020 zijn er ook een paar problemen opgerezen, waaronder COVID en waaronder ook nog een paar andere, waardoor dat de uitvoering van 2020 eigenlijk een beetje later zal zijn. Nu, wat dat nu vandaag voor ligt, is eigenlijk het voetbaandossier eigenlijk van de Kerkstraat. Tegen december, de gemeenteraad van december, want dat is zo goed als af ook, gaat het voetpadendossier eigenlijk klaarleggen om goed te keuren van de Wollezongsteenweg en de Westmeerbeeksteenweg en Ramselsteenweg en Achterkennis. Dus die gaat tegen de gemeenteraad van december eigenlijk nu nog voorliggen. Nu, dit is enkel alleen voor de Kerkstraat, dus dat was ook eigenlijk in de beperkte tijd dat we hadden voor het volledig af te maken. Dus, en nu vragen we ook iets meer tijd eigenlijk voor tot in december eigenlijk voor die andere voetpaden. En dan kunnen er volgend jaar er meerdere aan bod komen. Collega's, excuseer. Mag ik even... Ik kan niet goed volgen. Mag ik ook terugkomen? Ah ja, die is nog afwezig. Christophe zegt... Milo, je mag terug binnenkomen. En Maria. Ik zit nog altijd wachten. Hè. Oei. Oei, Maria. Oh, mijn excuses. Maar ik dacht dat je... Jij mocht wel mee volgen natuurlijk. En dan had je na het eerste kerkfabriekpunt al kunnen... Ja, mij had mij overgeslagen. Ik was zeer ontgoocheld. Ja. Christophe, je krijgt ervan, jongen. Ik heb het gewoon gevraagd. Nee. Oké. Merci, Maria. Ik dacht dat het erger was. Bedankt. Dit even tussendoor. Oké, Raf, sorry. Karen had het woord nog gevraagd. Ah ja, Karen had het ook. Sorry, Karen. Geen probleem. Ik vroeg mij af, in dit punt, maar ook in al de volgende, is er bij geen enkel bestek rekening gehouden met de duurzaamheid als gunningscriteria of als technische voorwaarden. We hebben dit alles een keer besproken op eerdere gemeenteraden, maar we vinden jammer genoeg er niets van in terug bij de huidige punten. En ik ga mij niet herhalen in alle andere punten. Ik zeg dit voor alle andere punten ook, dat daar geen rekening mee gehouden is met duurzaamheid. Duurzaamheid, we proberen altijd eigenlijk de producten te gebruiken die het beste uitkomen, kwestie van kwaliteit en van prijs. En daar gaan we natuurlijk ook wel een beetje aan vooruit. Oké, Raf. Ja, maar bijvoorbeeld ook als er aannemers moeten aangesteld worden of zo, komen die van West-Vlaanderen of komen die van Ramsel? Dat is ook een heel groot verschil. Hè. Met wat voor bedrijfswagens rijden die? Rijden die met een oude Krel of rijden die met een relatief groene wagen? Dat zijn kleine dingen die kunnen op papier gezet worden. Ik zeg niet dat het eerste criterium moet zijn, maar ze kunnen er wel gewoon in staan. Kunnen we mee pakken voor in de volgende? Kan. Oké, dan rekening houden. Bedankt, Raf. Luc. Oké, Karen. Genoteerd. Luc en Ronnie vragen nog het woord. Misschien beginnen met het laatste antwoord van Raf. In de gunningscriteria het voertuig mee gaan opnemen. Ik ben dus benieuwd hoe je dat gaat doen, Raf. Niet gemakkelijk, maar we kunnen wel op, dat gaat wel op punten, hè. Je kunt er wel op punten zetten, hè. Gemakkelijk zijn, ook. Ik denk niet dat het een goed idee is. Maar inhoudelijk, je hebt daar net een overzicht gegeven. Als ik het goed begrepen heb, gaat het nu voornamelijk over Kerkstraat. En ik meen dat eigenlijk de bestaande paden herleggen en beter aanleggen, dus dat het ook voor de minder verlieden eigenlijk beter toegankelijk is. Ja, dan voor de Wollezongse Steenweg, is dat tot bovenop de berg voet- en fietspaden? Ja.
Ja, dus het stuk voorbij de berg richting Vaardenwinkel, daar gaat het niet over, hè? Momenteel niet, nee. Even goed. Dat stuk ligt er nog redelijk. Ook redelijk goed bij eigenlijk. Dus het is effectief langs deze kant, langs kant Herselt eigenlijk, dat het effectief heel, heel slecht ligt eigenlijk. Dat klopt, ja. Dat waren ook plannen vroeger, maar toen een bijkomend voetpad langs Limberg laten voorgaan, omdat daar niks lag. Dat is een voorstel. Dan Ramselse Steenweg, dat gaat ongetwijfeld over het stuk tussen Herselt en het nieuw aangelegde fietspad. Ja. Kunt je dat even verduidelijken wat daar de bedoeling is? Want dat is te smal. Gaat je dat verbreden ook? Of, we gaan proberen daar eigenlijk, dus samen met de kasseistroken eigenlijk, we gaan proberen eigenlijk om die allemaal mee te breken, samen met de betonstroken. Dan toch eigenlijk een fietspad aan te leggen, ook met een gescheiden van een haag of zoiets, dat het beter opvalt. En dat het fietspad eigenlijk ook wel iets breder wordt. Want de fietspaden zijn daar ook wel heel smal. We gaan daar proberen eigenlijk volledig een plannetje eigenlijk volledig mee te pakken. Dus we gaan proberen toch eigenlijk op een veilige manier eigenlijk daar te kunnen oplossen eigenlijk. Want veel uitwijking hebben we daar ook niet. Omdat we daar met brede grachten en beken zitten eigenlijk daarnaast. Dus we gaan proberen zo breed mogelijk te maken. Het is een vaag antwoord, maar daar krijgen we nog meer zicht op. Want het is wel belangrijk natuurlijk dat er effectief een veilige breedte gelegd wordt. Want nu kan men daar niet met twee naast elkaar rijden. Als je de kasteien weghaalt, dan kan je in de plaats misschien wel een zeer smalle haag zetten. Maar ik denk dat je de gracht ook voor een stuk gaat moeten inbuizen of opschuiven. Want ik weet niet hoeveel ruimte dat er is. Alleszins, wij zijn er ook voorstander om de fietspaden zoals dat ze gelegd zijn, of zoals wij ze gelegd hebben aan de kant van Ramsel, dat die ook op een evenwaardige manier doorgelegd worden tot aan de Aarschotse Steenweg. Maar gemakkelijk is dit niet. Vandaar de bijkomende vraag. Nee, we zitten met een bepaalde breedte waar we mee rekening mee houden. Zowel van de weg als van de voet- en fietspaden eigenlijk. Dus nou, we zitten ook wel beperkt daar, hè. Ja, ik vrees dat je die breedte niet hebt, maar wat dat je niet hebt, dat kunnen we misschien nog verwerven. Hè. Dat hebben we het verleden ook gedaan. Dan dacht ik ook dat Siggedijk genoemd was. En dat is me niet duidelijk wat dat je... Siggedijk? Siggedijk is niet genoemd, hè. Welke waren het dan nog? Want het ging... Dus Achterkennis, de voetbaan in de Ramsel. Dus die wordt ook nog mee aangepakt eigenlijk aan de Westmerbeek-Steenweg. Dat zijn ook de bestaande die vlak trekt worden dan. Ja, en voor een stuk veiliger gemaakt worden. Hè. Dus, want die zijn ook helemaal hobbelig en helemaal vol met bulten en putten eigenlijk. En dus we gaan die proberen helemaal volledig vlak te trekken. Dankjewel. Oké, leuk. Ronnie en Hilde vragen nog het woord. Ronnie, heeft het woord? Ja, ik had gewoon kort willen inpikken op de opmerking van Karen. Met ook die bemerking dat het hier volgens het lastenboek natuurlijk moeilijk is om... met ecologische criteria veel te werken, omdat het een herplaatsing is van bestaande materialen. Wat dat je misschien wel kan bekijken, is om milieuvriendelijke ondervullingen te laten plaatsen, stabiliseer of gelijkaardig. En voor andere projecten is het natuurlijk veel gemakkelijker dan die voertuigen te moeten controleren, om bijvoorbeeld altijd al te werken wanneer het gaat over voetpaden met water doorlatende klinkers natuurlijk. Hè, omdat dat toch ook wel een ecologische impact heeft op het vlak van de waterhuishouding. Toch wel. Dat is maar gewoon een tip en iets heel gemakkelijk om te volgen. Oké, Ronnie. Sowieso wordt bij de gemeenteraad van december eigenlijk het volledige ontwerp voorgelegd. Kunt u alles bekijken. Bedankt, Raf. Mag ik overgaan naar Hilde dan, collega's? Oké, Hilde. Hilde, je zat echt ver weg, Maske. Daar, hoorde me beter? Nu, veel beter. Ja, okay. Ik vermoed de voetpaden achter kennis, dat dat niet over onze strook achter kennis is, maar dat dat over het voetpad gaat naar het BKO. Ja,
Er zijn bepaalde stukken eigenlijk die redelijk slecht liggen en die gaan we ook in één keer direct te gooien leggen eigenlijk, dat die allemaal terug in bekken te gooien liggen. Hè. Dus dat het veilig wordt voor de voetgangers. Oké, dat was. Oké, dank u wel. Bedankt Hilde. Collega's, kunnen wij dan overgaan tot stemming omtrent dat agendapunt 17, aanleg voetpaden? Oké, Luc Petermans. Akkoord. Tim Tubaks. Ja, akkoord voor. Christophe van Dingenen. Christophe. Ja. Oké, Karen. Akkoord. Oké, unanieme. Consensus, dank u collega's. Dan gaan we over naar punt 18, wijziging gemeenteweg, buurtweg nummer 22, Goordijk en Goorbaan, voorlopige vaststelling. Zijn hier vragen over, collega's? Dan horen we het graag. Ik zie niets van aanvragen binnenkomen, dan ga ik over tot stemming. Luc Petermans. Akkoord. Tim Tubaks. Tim? Akkoord. Ja. Oké, Christophe? Ja. Karen, Bruce? Akkoord. Dank u. Agenda punt 19, collega's. Gedeeltelijke wijziging en opheffing van de gemeenteweg, buurtweg nummer 3, Rotteinde en Aarschotse Steenweg. Voorlopige vaststelling. Zijn hier vragen, bemerkingen? Ik zie er geen binnenkomen. Dan ga ik over tot stemming. Luc Petermans. Tim Tubaks. Ja, voor. Christophe van Dingenen. Ja. Karen Broes. Ja. Oké, dan gaan we over naar punt 20. Wijziging gemeenteweg, meer bepaald de buurtwegen nummers 38, 94, 97, 98 en 99. Molenbergstraat achter de Hoven. Voorlopige vaststelling. Zijn hier vragen, collega's? Ik zie geen vragen binnenkomen. Dan ga ik over tot stemming. Luc Petermans. Tim Tubaks. Voor. Christophe van Dingenen. Ja. Karen Broes. Ja. Oké, collega's, dank u. Punt goedgekeurd, unaniem. Aankoop boeken voor de bibliotheek 2021-23. De goedkeuring aan de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen. Zijn hier vragen, collega's? Ik zie ook hier geen vragen binnenkomen. Dan ga ik over tot stemming. Luc Petermans. Akkoord. Tim Tubaks. Akkoord. Christophe van Dingenen. Ja. Karen Broes. Ja. Oké, dank u. Unanieme goedkeuring. Dank u, collega's. Opmaakwegendossiers volgens het decreet van 3 mei 2019. Siggedijk, Kapelleweg, Mottaard, Visvijverstraat. Ook hier goedkeuring van de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen. Zijn hier vragen, collega's? Ik zie geen vragen binnenkomen. Dan ga ik over... Of Luc, Petermans heeft het woord gevraagd. Oké, Luc, je heeft het woord. Ja, toch wel graag wat uitleg hier, wat dat er juist gaat gebeuren. Mijn vergissing daarnet van Siggedijk tot hier op betrekking. Als u toelichting wil geven wat in welke straat de juiste bedoeling is, Raf? Ja, dus nu, dit gaat meer eigenlijk over... de opmaak en de gunning eigenlijk voor de lastvoorwaarden, ook meer bepaald over de reguleringsdossiers. Siggedijk, daar is al een voorontwerp van de regulering. Die zijn ook al in bespreking bij de VLM. Dus dat zit daar ook, juist zelfs bij de Kapelleweg, daar is ook al een voorontwerp van gemaakt van de reguleringswerken. Dat is ook al bij bespreking bij de VLM. De Visvijverstraat is het reguleringsdossier al volledig bijna afgerond, dus die kan klaar voor uitvoering. Dan de Mottaard, daar gaan we met het begin eigenlijk, omdat daar het probleem situeert met een aangeland die graag wilt verbouwen. Daar loopt nog een buurtweg en daar moeten we dus ook eigenlijk de buurtweg afschaffen en de rooilijn aanpassen. Nu...
voor het geval van Siggedijk, hè, dus en Kapelleweg en Visvijverstraat. Dat wordt gedaan door Pitpa natuurlijk. En, Pitpa heeft nu ook een nieuwe regeling. Dus vanaf dat het een straat betreft buiten de bebouwde kom, ja, gaat Pitpa ook instaan voor 60%, als ik me niet vergis, 60% van de bovenbouw. Dus de bovenbouw is normaal gezien altijd voor de gemeente. En nu gaat Pitpa daar eigenlijk toch voor een groot stuk eigenlijk in mee participeren. In de 60% eigenlijk voor van de bovenbouwkosten plus 1,5 meter van het voet- en fietspad eigenlijk moest het daar gelegd worden. Zowel als we dan naar de binnenbouwde kom gaan, gaat zelfs tot 6 meter eigenlijk van een bovenbouw plus eigenlijk een volledig fietspad eigenlijk dat die van de bovenbouw dat Pitpa ook volledig financiert. Siggedijk komt dan eigenlijk volledig in aanmerking, dus voor het ontwerp voor dat rioleringsproject eigenlijk. Het voorontwerp moet ik u schuldig blijven, want dat heb ik nog niet gezien. Of dat daar een fietspad bij gaat komen, ik betwijfel sterk, omdat het de baan ook het niet volledig toelaat, omdat het een zeer smalle baan is. Maar in ieder geval, het zit eigenlijk volledig in voorontwerp. Oké, Raf, bedankt voor uw toelichting. Zijn er nog vragen hieromtrent, collega's? Kan dit volstaande toelichting waaraf? Dan kan ik overgaan tot stemming. Mag Milo toch nog heel even? Dus ik heb het juist begrepen, dit zijn allemaal dossiers waar het gaat over rioleringswerk. En dus werken die daarmee gecombineerd worden? Hè? Buiten de motaard, hè? Zegt u? Buiten motaard, maar dan gaan we proberen een riolering proberen mee in te integreren. Ja, proberen mee te integreren, dat maakt het een beetje onduidelijk. Want we weten, Visvijverstraat en bijvoorbeeld Kapelleweg, daar zijn de rioleringswerken voorzien. Ik neem aan dat het zonder meer zo is dat dat samen gaat. Het heeft geen zin om aan die weg iets gaan te doen als een jaar later de weg moet opgebroken worden voor riolering. Ja, maar het is eigenlijk voor. Dus het landmeterdossier is ook niet alleen voor de riolering, maar ook voor de rooilijnplan. Hè? Oké, Luc, is deze toelichting voldoende zodat we kunnen afronden naar een stemming toe? Ik begin met u opnieuw, Luc Petermans. Akkoord van CDMW 2230. Dank u, Tim Tubax. Akkoord. Christophe van Dingenen. Ja. Karen. Akkoord. Dank u, Karen. Unanieme goedkeuring, collega's. Dank u. En dan komen we, collega's, aan de toegevoegde punten. Toegevoegd punt 1, aankoop perceelgrond Asbroek. Vragen hieromtrent zullen graag door Mark worden beantwoord. Inderdaad. Dus even kort schetsen. De gemeente heeft de opportuniteit gekregen om de grond die momenteel in bezit is van Bugé, dus wel gekend tussen de nieuw te bouwen tennishal en de zitten van de Delfino, te kunnen aankopen. We hebben dan conform de regelgeving een deskundige schatter aangesteld om een waardering te laten maken van die grond. De schatter heeft de grond, het pand of de eigendom geschat op €206.000. Na wat onderhandelingen zijn de eigenaars akkoord gegaan met een prijs van €207.500. Dus een lichte afwijking, waarna wij het nu voorleggen aan de gemeenteraad om alsnog tot aankoop over te gaan, zelfs met een zeer bescheiden of een zeer kleine hogere schatting. En dat kunnen wij gemotiveerd van afwijken. Het lijkt me evident dat die grond heel wat opportuniteiten biedt voor onze gemeente, zeker op die ligging. Oké, dank u, Mark. Collega's, zijn er nog vragen hieromtrent?
Ik zie geen vragen binnenkomen. Dan gaan we over tot... Luc, had u hier omtrent het woord gevraagd? Omtrent ja. Dit punt? Oh, excuus. Is dat niet doorgekomen? Bij mij staat... Nee, nu wel. Oké. Okay. Er zit een vertraging op, want ik had het al bij het begin van het punt doorgegeven. Graag een beetje informatie van hoe is dit punt er gekomen? Is dit aangeboden door de eigenaars? Zijn de eigenaars gecontacteerd? Dat is één vraag. Tweede vraag, er is een schattingsverslag opgemaakt. Nu, normaal gezien, en ik veronderstel dat dat ook hier het geval is, start het schattingsverslag bij de aankoopprijs van het personeel de laatste keer dat het verhandeld is. Ik heb het gevoel, ik ben niet 100% zeker, ik heb het niet kunnen nazien, maar ik heb het gevoel dat u niet 150 of 1500 euro boven de schattingsprijs zit, maar dat u spectaculair meer gaat bieden dan dat het perceel door de familie Boeks destijds, en dat is maar in 2016, dus dat is 4 jaar geleden, verkocht werd. Ik weet dat schattingsprijzen van recreatieve zone rond de 30 euro zaten, de vierkante meter. Ik heb het gevoel dat hier een veel te hoog bedrag wordt aangeboden. Dus in het verlengde van de eerste vraag, hebben jullie de verkopers of de eigenaars opgezocht of hebben zij jullie opgezocht? En ten tweede, waar wordt er gekeken? Ik kan perfect navragen, zowel bij de notaris als bij de familie Boeks, als in het schattingsverslag wat het perceel gekost heeft. En wat vindt u een redelijke meerprijs op 4 jaar tijd? Nou, ik ga even kort sluiten. Vraag 1. Zijn de eigenaars die ons gecontacteerd hebben, ze hebben het ons aangeboden om aan te kopen. Ze hadden blijkbaar, ik weet niet dat dat waar is natuurlijk, waren nog andere kapers op de kust. Maar ik zeg het, ik weet niet dat dat waar is, maar wij hadden vanuit de gemeente een voorkeur. Ze hebben een kleine voorwaarde aangekoppeld in die zin dat zij ook nog wensen gebruik te maken van de... lokaal in de mix, als zij dat nodig vinden. U zal misschien wel weten, Luc, dat Bouget ondertussen onderdak heeft gevonden in het voormalig gebouw van de kringloopwinkel aan de Snepkes. En zij hebben dus gezegd, van, zij zijn eigenlijk af van die bouwplan die zij hadden en zij hebben dus aan ons die grond aangeboden. Ik kan u niet te veel in detail treden over die openbare zitting, over die onderhandeling die gevoerd werden, maar de initiële vraagprijs die zij gelanceerd hebben aan ons, uiteraard in samenspraak met Tina Vervloesem, Bart Verhelst, Elsbeth Beerts, mezelf en Peter Keimeulen, denk ik, en denk misschien kan Engelaar was ook in die vergadering zat, was hoger. We hebben dat aanbod binnengekregen. We hebben ook gezegd van oké, dat is wel een opportuniteit. We hebben dan uiteindelijk ook de regelgeving gevolgd en dan een deskundige schatter aangesteld, de firma Hosbur, die dan het bedrag op 206.000 euro heeft geschat. Hoe dat die mens aan die schatting gekomen is, dat weet ik niet. Ik weet ook niet wat dat initieel de prijs was dat die mens van Bouget het hebben kunnen aankopen van de familie Boeks. Dat weet ik ook niet. Ik weet niet dat wij dat zomaar die informatie kunnen opvragen. Ik zou me sterk vinden dat wij dat kunnen vragen. Ik denk niet dat wij daar bij manier van spreken zaken mee hebben. Maar de geschatte prijs door de deskundige schatter, en ik zeg het, ik ben daar geen specialist in, zit zeer kort bij de uiteindelijke vraagprijs en het voorstel om die grond aan te kopen, die prijs. Oké, ik zie Maria voor. Luc heeft het woord ook nog gevraagd, maar Maria zie ik ook nog het woord gevraagd hebben. Maria? Ik kan daar misschien wat meer informatie over geven. Die schattingsprijs die mogen we inderdaad weten, want die mensen hebben mij ondertussen gecontacteerd en dat is 120.000 euro geweest over een dikke 3 jaar. Maria, dat is toch wel een heel groot verschil, hè? Ik weet niet, Mark. Wat lief? Het gaat toch over belastingsgeld, hè? De mensen van Hersel betalen dat mee. Maar ja, ik weet niet dat jij zomaar in openbare zitting... Dat mag zeggen. ...als nog delen tussen twee privépartijen die in de grond... Ik zou dat niet graag hebben als jij op een of andere manier gekregen hebt. Maar die mensen hebben dat zelf gevraagd, om die vraag te stellen dus.
Ik denk dat je heel ver over de dingen zet. Dan is het. Ja, collega's, het wordt nu inderdaad wel bijzonder delicaat. Hè. Ja. Het punt op zich, met naam van de verkoper, is geen enkel probleem. Maar als de persoonlijke levensfeer, en dat begint er nu toch een beetje op te trekken, in het gedrang komt, dan denk ik dat we dit punt met betrekking tot dit aspect beter verzetten naar de geheimzitting. Oké. Ja. Ik wil toch nog even repliceren dat de private gegevens van uiteindelijke verkopers nu toch ernstig geschaad zijn. Ik weet niet van waar dat Maria die informatie gekregen heeft. Ik veronderstel niet van de uiteindelijke verkopers, dus de mensen van Bouget. Misschien van de uiteindelijke... Verkopers. Mark, maar ik zou dit privacygevoelig verhaal uitstellen. Ik denk dat we zwaar over de schreef zijn gegaan, Milo. Ja, spijtig dan, hè, maar de vraag was gericht en ik heb die ook gericht. Dus. Maar hoe dan ook, ik stel ook voor, Luc had ook nog een vraag, Peter had nog een vraag. Ik stel voor om de sereniteit in de context van dit punt toch niet verder te hypothekeren, dat we dit verder bespreken in geheimzitting, collega's. Oké? Milo, ik stel wel voor, want mijn opmerking heeft niks te maken of is voor geen enkel reden voor de geheime zitting. Dan is er geen probleem. Ja, ik denk dat het dan ook gepast is dat het een openbare zitting is. Het voorstel is hier om het perceel aan te kopen. Ik ga ervan uit dat de meerderheid dit hoe dan ook wil goedkeuren. Eerst en vooral, het perceel op zich aankopen vinden wij een goede zaak. We hebben onze bedenkingen bij de prijs. Maar gezien de omstandigheden dat wij daar vlakbij liggen, de argumentatie om het aan te kopen, daar staan wij volledig achter. Nu, als het eigendom is van de gemeente, ik weet, de mensen van het jeugdhuis zijn altijd heel fel en hun mooiste wens was het jeugdhuis onderbrengen in het vroegere Delfino. Dat is daar vlak naast. Als de gemeente deze grond verwerft, dan zitten ze vlak naast Delfino met een mooie grond. En dan is het voor de hand liggend dat we hier toch weer de kans hebben, misschien een tussenin oplossing, dat het jeugdhuis in plaats van in een woonzone, en ik ga alle argumenten niet herhalen waarom dat we het beter niet doen waar nu het zusterhuis staat op die dure grond, maar dat we dan in vergelijking met die grond het toch naar hier brengen, waar dat de jeugd heel gelukkig zou geweest zijn dat het in Delfino was. Als het de deur ernaast is, zal het ook wel goed zijn. Is dit de intentie van jullie, of hebben jullie daar nog niet bij stilgestaan? Dat is de concrete vraag. Peter vraagt het woord, Luc, en hij zal u, ben ik van overtuigd, graag hieromtrent antwoord geven. Peter, u heeft het woord. Ja, Luc, zoals eerder ook al is in een AGB of in de gemeenteraad gezegd, wij shuffelen graag nog eens de regels in de voortgang van een proces. Dus wij staan altijd open om alle zaken te bekijken en te overwegen. Nu, het aanbod om die grond te verwerven is dermate recent. En er zijn ook nog wel andere facetten aan die locatie waarin een vraag is. Hè. We spreken over uitleendienst, parking, een betere ruimtelijke ordening rond de tennishal. Dus er zijn heel veel verschillende aspecten die dat perceel zouden kunnen oplossen. Dus ik sluit niks uit, Luc. Ik denk dat het gewoon vooral een integraal plan moet zijn. En daar nemen we alle aspecten die een integraal plan moeten hebben in mee. Dank je, Peter. En bovendien, in verband, dat wil ik toch nog eens, want ik zou het eigenlijk gewoon in openbare zitting behandelen, los van wat de discussie gevoerd is. Betreffende de prijs, als daar twijfel zou over bestaan, dan moet ik vaststellen dat de deskundigheid van Hosbeur in vraag wordt gesteld. Hè. Zover zou ik niet willen gaan. Dus ik stel die deskundigheid niet in vraag, dat destijds het goedkoop zou gekocht zijn. Dan heeft hij een belangrijke meerwaarde kunnen realiseren, maar dat behoort tot het privéleven van personen. Ik weet alleen, en dat is wat ik met klem wil benadrukken, dat de geschatte prijs en, de prijs die geboden is om, om de grond te verwerven, dat die correct zijn. En dat is eigenlijk het enige dat ik daar wil zeggen. Anders moeten we vaststellen of moeten we zeggen Hosbeur is geen betrouwbare deskundige. Die schatting is volstrekt foutief. En Maria,
als de schatting dermate foutief is dat ze, bijna de helft zo duur is, of de helft zo duur is, ja, dan klopt er iets niet. Hè. Dan zouden we beter klacht neerleggen. Maar ik denk dat Hosbuur het werk goed gedaan heeft en dat de vastgestelde prijs van Hosbuur correct is. Peter, het was ook maar een vraag vanwege de familie die verkocht heeft in een tijd waar het groot verschil is. Maria, laat ons dan de privacy van de mensen wegblijven. Maria, excuseer hoor. Maar collega's, als ik uit wat Luc gezegd heeft, uit wat Peter gezegd heeft, juist distilleer dat er hier wel in openbaar zitting over kan gestemd worden, ben ik dan juist of verzenden wij naar besloten zitting? Ik denk dat er een paar dingen verteld zijn. Die kunnen we niet terugdraaien. Hè? Die kunnen we niet terugdraaien. Wat er is gezegd, is gezegd. Ik wil even inpikken op wat Peter zegt. Ik hou er niet van dat er conclusies in de mond gelegd worden die niet kloppen. Niemand heeft hier de deskundigheid van Hosbuur in vraag gesteld. Dat is een suggestie die gedaan wordt en dat is niet mooi. Dat heeft Maria niet gedaan, dat hebben wij niet gedaan. We hebben ook met die mensen gewerkt. Ik twijfel niet aan hun deskundigheid, maar we hebben ook geen schattingsverslag gezien. Hè? En jullie kunnen niet toelichten wat dat erin staat, behalve het bedrag. Ik heb daar straks opmerking gemaakt. Ik vermoed dat die vorige verkoopprijs, de vorige verkopen, dat die daarin staan. Maar ik heb de indruk dat niemand daar kan op antwoorden. Anders had ik dat graag gehoord zo dadelijk in de geheime zitting. Oké, dan dat is een voorzet om dit punt inderdaad te verzenden naar geheimzitting. Oké, collega's. Dan verzenden we agendapunt 23, aankoopperceel grond Asbroek, bij deze naar de besloten zitting. Ronnie vroeg nog het woord. Ja, Milo, ik had het woord gevraagd, maar het is al gedeeltelijk verwoord door Luc. Omdat ik er uiteraard persoonlijk ook niet van hou dat ons uitspraken in de mond willen worden gelegd die wij niet gedaan hebben. Ik ga de bedragen niet herhalen, maar als die kloppen, denk dan maar eens goed na. En vergelijk van 2000 naar 2020 tot 2016, maak het verschil van de twee bedragen. En dan weet je wat dat per jaar heeft opgebracht. Ik raad iedereen aan die belegt om dan een keer proberen te verdienen op een jaar. Maar dat zijn toch wel duizelingwekkende bedragen. En dat neemt niet weg dat wij het perceel niet strategisch of niet strategisch genoeg vinden. Want dat is het uiteraard wel degelijk. Zowel voor de gemeente, voor de sport, voor het AGB. Daar staan we volledig achter. Maar ik denk dat een aantal opmerkingen terechtkwamen en dat terecht zijn. En dat die niet uit hun context mogen getrokken worden. Oké, Ronnie, dan verzenden we naar besloten zitting om de sereniteit, bij zover dat die nog niet een beetje geschonden is, om die terug te optimaliseren of terug te brengen in de context van dit punt. Oké, collega's, dan gaan we over naar het punt van Karen, het toegevoegd punt composteerparken. Karen, u heeft het woord voor verdere toelichting. Dankjewel. Voor het publiek ga ik eventjes het punt doorlichten. Voor we dan tot de stemming toekomen, als dat oké is voor jullie, of voor eventuele feedback van het bestuur. Dus het gaat over geschikte locaties zoeken per deelgemeente om een composteerpark in te richten. Groen Herselt streeft ernaar om zo duurzaam mogelijk om te gaan met afvalstoffen. Composteren van GFT-afval is daar één van. Met de invoering van DIFTAR gaan de mensen bewuster nadenken over hun afval. Composteren wordt aangehaald als een van de punten om bewuster afval te sorteren. Composteren is echter niet altijd mogelijk voor elk gezin. Bijvoorbeeld mensen die op een appartement wonen of slechts een klein tuintje hebben. In Blauwberg is al een composteerpark dat heeft gewerkt in het verleden, net als in vele andere gemeenten waar composteerparken zijn. Daarom vragen wij het gemeentebestuur op zoek te gaan naar geschikte locaties voor extra composteerparken. Bij voorkeur minstens één per deelgemeente. Wij vragen het gemeentebestuur om ten laatste tegen de gemeenteraad van mei 2021 een voorstel voor te leggen voor de implanting van de verschillende composteerparken. Wanneer de locaties bekend zijn, kan de gemeente een oproep doen voor vrijwilligers die als composteermeester willen optreden in deze parken. Composteerparken hebben niet alleen een praktische en ecologische functie,
Ze kunnen ook een sociale en educatieve functie hebben. Een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en een plaats waar scholen hun leerlingen kunnen leren over de kringloop van het biologisch afval. Dus dit eventjes om aan het publiek toe te lichten waar dit agendapunt over gaat. Dus ik vermoed dat er nu feedback gaat komen vanuit het bestuur zijnde. Inderdaad, Karen. Mireille heeft het woord en zal u graag verder repliek geven. Karen, ja, bedankt. Bedankt alleszins voor dit agendapunt. Ik denk dat wij zowat alle bezorgdheden en opmerkingen met u delen. We willen allemaal dat ze bewuster gaan omgaan met hun afval. Er is maar één stuk in het punt wat dat eigenlijk maakt dat we dit niet kunnen goedkeuren. Dat is dat wij al plaatsen gaan voorzien per deelgemeente. Dus eigenlijk al een plaats toewijzen en dan pas op zoek gaan naar die vrijwilligers. Het is een beetje omgekeerde wereld. Wij hebben dat uitvoerig besproken en nog eens uitgezocht hoe dat allemaal georganiseerd is, of dat allemaal zijn werk gegaan is in Blauwberg. Dat is wel van onderuit ontstaan. Dus de vraag eigenlijk gekomen van daaruit, wij willen dat samen gaan organiseren. En dan is daar een locatie op voorzien. Die hebben eigenlijk ook zowat alles zelf aangekocht en voorzien. En het was niet meer duidelijk, maar ze dachten wel dat alleen die omheining daar door de gemeente werd voorzien. Dat vraagt natuurlijk wel wat van mensen. Dat vraagt heel wat inspanningen. Ze moeten daar wekelijks wel een bepaalde tijd aanwezig zijn. Ze moeten een aantal contactpersonen ter beschikking hebben. Dus die mensen moeten altijd gecontacteerd kunnen worden. Dat zijn dan onze contactpersonen met de gemeente ook. Ze moeten ook wel soms wel een beetje politieagent durven spelen, want zij moeten wel eens durven weigeren als er te veel is van een bepaalde fractie. Daar wordt niks opgehaald door gemeentelijke diensten. Compost moet ook teruggebruikt worden in die wijk. Is ook heel beperkt van de plaatsen die daar kunnen aanleveren. En zelfs daar zijn dan nog wel heel wat problemen geweest in het verleden. Dus ja, die zelf plaatsen gaan inrichten, lijkt ons niet echt zinvol. Ik geef graag het voorbeeld, stel dat we zeggen van, wij hebben daar nog plaats aan de mix. En bijvoorbeeld voor de mensen van Kerkenveld of zo, gaat dat dan al wat moeilijker liggen? Je zou bij wijze van spreken echt in uw straat of in de buurt daar toch wel met uw compost terecht moeten kunnen. Het moet dus wat mij betreft of wat ons betreft echt wel gedragen worden door een buurt. Wat dat ik zou voorstellen is dat wij als gemeente wel een oproep lanceren, maar dan onder bepaalde voorwaarden. We zijn daar niet zelf het warm water gaan uitvinden, maar toch eens gaan kijken in de buurt hoe dat ze dat daar aanpakken. En dan worden daar bijvoorbeeld voorbeelden gesteld of voorwaarden gesteld als minimum 5 gezinnen die je moet gaan samen mobiliseren om deel te nemen. Ik wil niet op straat moet komen, maar in de verre omgeving van die straat, laten we zeggen 2-3 straten verder, composteren, dat je dat op één gezamenlijk of openbaar perceel gaat doen, waartoe de eigenaar dan de toestemming heeft gegeven. Dus minimum, zoals ik zeg, die 2 aanspreekpunten in een groep die het composttraject gaan opvolgen. En dan 1 of enkele personen van het initiatief moeten gaan deelnemen om de compostcursus te volgen. Ze moeten gaan aantonen dat ze over voldoende materiaal gaan beschikken. Snoeihout, andere bruin materiaal, groente, fruitafval. En 1 of meerdere verantwoordelijken die op afgesproken tijdstip het park openen en sluiten. Dus eigenlijk zien we hier, voelen we wel aan, het moet vanuit die vrijwilligers en die mensen die dat willen trekken zelf komen. Daarom lijkt het ons zinvol. Wij ondersteunen echt al die andere vragen, maar het lijkt ons zinvol om een oproep te organiseren en dat de mensen dan zich kunnen aanmelden om te gaan trekken. En dat we vanuit dat opzicht mee wel een ondersteuning bieden. Zoals ik al zeg, in Blauwberg is dat wel beperkt tot het plaatsen van die omheining. En de rest is bijna allemaal door hun zelf aangekocht. Dus al ja, ik hoor graag nog verdere vragen daaromtrent. Maar ons voorstel is dus om niet goed te keuren, maar wel ervoor te zorgen dat we een oproep doen in Herselt Leeft, maar niet goedkeuren enkel en alleen omdat we niet gewoon een plaats kunnen aanduiden en dat dat mogelijk niet gaat werken en dat we dan wel eens andere, kleinere containerparkjes gaan voorzien. En dat is net niet de bedoeling, dat willen we niet bereiken. Dankjewel Mireille, dat was heel duidelijk. En als het dan voor de rest van de raad en het bestuur oké, zouden wij ons voorstel dan willen aanpassen en vragen dat tegen eind mei volgend jaar er een promotiecampagne uitgewerkt wordt en gelanceerd wordt om naar die vraag van die vrijwilligers te werken? Wat mij betreft helemaal in orde. Ik kijk even rond naar de rest van de coalitie in dit geval, dat iedereen daarmee kan akkoord gaan. Maar ik wil het heel graag mee promoten en zorgen dat we
op die manier dat toch wel extra in de verf zetten. Dus ja, wat mij betreft ja. En mogen we dan nog samen rondzitten dan effectief, dat dat ook een klein beetje een deftige campagne wordt en niet zo één keer een Herselt Leeft wordt gepubliceerd en that's it? Ja, absoluut. Ik denk, misschien kunnen we, is dat iets wat we kunnen meenemen naar de werkgroep duurzaamheid nog of zo? Dat we dat daar meenemen? Dat moet niet heel veel werk zijn, maar dat er wel inderdaad deftig werk van gemaakt wordt. Okay. Dank je wel. Karen, mag ik dan recapituleren in die zin dat het voorstel dat nu ter stemming voor ligt is dat eind mei volgend jaar een oproep wordt gedaan en dat dat verhaal van die oproep heel goed wordt voorbereid en grondig wordt uitgewerkt? Ja, klopt. Een mooie, uitgewerkte en gelanceerde promotiecampagne. Dat mag ook voor mij, natuurlijk, maar we zetten er een datum in kwestie van niet uit te stellen. Ultieme datum eind mei. Ja. Oké, okay, dan laat ik daarover stemmen. Luc Petermans? Graag één minuutje tijd dat ik mijn fractie kan contacteren, want we zien... Oké, okay, Luc. Oké, okay, dan wachten wij een minuutje. Perfect, wij wachten even. Ik veronderstel N-VA-fractieakkoord. Peter? Ja. Mensen met mensen. Ja. Christophe, wat is als fractieleider uw... Zult je ze niet zien? De welwillendheid spat eraf. Akkoord met het aangepaste voorstel. Oké, okay, dus CD&V plus 2230 ja met dit aangepast voorstel, Karen. Tim, Tubaks? Ja, wij zijn ook voor. Oké, okay, Christophe, wij zitten in spanning. Ja. Oké, okay. Karen? Ja. Akkoord. Oké, okay, dank u. Unanieme goedkeuring van het aangepaste voorstel, collega's. Agenda punt 25, de mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen. Zijn er mededelingen? Ja, kort nog even een laatste stand van zaken in verband met corona. Ik ga er heel kort over zijn, in die zin dat als we even de scope nemen van de afgelopen maand, dan zaten we na de vorige gemeenteraad nog aan een 48 besmettingen, waarvan 20,8% ouder dan 60 jaar was. Dat is dan een beetje verder gestegen, maar dan ook heel snel gezakt. Maar dat heeft dan ook te maken met de wijze van testen. Dus dat is op zijn laagste punt gezakt. Even kijken op 15 november, toen hadden we nog 9 positief besmetten, waarvan geen enkele ouder dan 60. Nu 22 november liever, zitten we op 16 besmettingen en 12,5% ouder dan 60. Ik wil eigenlijk toch een oproep doen, omdat in de wekelijkse besprekingen met de artsen van de eerste lijnszone, van de huisartsenkringen, er toch een bezorgdheid bestaat, omdat het aantal besmettingen en het vooral testen van mensen, ja, dat wisselt nogal eens. En dat geeft niet altijd een heel snel patroon weer van wat dat zou kunnen worden. Dus het zou kunnen zijn dat in de komende dagen het aantal besmettingen ook in onze gemeente stijgt. Belangrijker is dan eigenlijk om te gaan vergelijken met onze buurgemeenten. We doen het afgelopen maanden zeer goed. Maar allez, nog een keer een belangrijke oproep. Niemand kan er van gespaard blijven. Hè. En zeker met de komende kerst- en nieuwjaarperiode gaat dat toch nog wat extra aandacht vergen. In dat kader ook trouwens hebben we vandaag met het college een plan van aanpak uitgewerkt. Dat moet nog verder gefinaliseerd worden in de kleinere details in het kader van de nieuwjaarszangertjes. Dat is in onze gemeente, maar niet alleen in onze gemeente, een belangrijk evenement. Het hoeft geen betoog dat degenen die rondgaan, dat zijn meestal de kinderen minder dan 12 jaar. Daarvoor zijn al activiteiten in onze gemeente reeds toegestaan, mits het naleven van een aantal protocols en een extra protocol met betrekking tot ophalen en brengen van kinderen. Dus het leek het college eigenlijk opportun om
zoveel als mogelijk en voor zover dat de gouverneur niet anders moet besluiten omwille van de provinciale context. Hè. We moeten zeker met twee woorden spreken, maar van daar toch een kader te scheppen dat het mogelijk is. Wat dat daar op tafel ligt, is volgende week wordt de laatste Herstelt Leeft indruk gegeven van dit jaar. Is ofwel in de binnenzijde, ofwel op de rugzijde, een formulier of een folder te maken waarin mensen kunnen aangeven dat ze willen deelnemen of niet aan de nieuwjaarszangertjes. Ik verklaar mij. We kunnen ons voorstellen dat sommige mensen, als de kinderen aan de deur gaan bellen, dat die zeggen van, allee, wat is dat nu? Het is corona en je laat die kinderen niet zomaar bij mij aanbellen. Ik wil dat helemaal niet. Anderzijds zou het kunnen goed zijn dat heel wat mensen zeggen, eindelijk kunnen we nog een keer de deur open doen, wordt er nog eens aan onze deur gebeld. Om die moeilijkheid eruit te halen, zouden we dan werken met een soort affiche die dan de mensen kunnen gebruiken van, hier ben je welkom, nieuwjaarszangertje. Hier mag je aanbellen en dan wat die affiche niet is, liever dan niet. We gaan dan nu verder nog in concreto detailleren. Wat we zeker niet gaan toestaan, en dat gaat een harde maatregel zijn, zijn alle, laat maar zeggen, barkes en ook hier in de Limburg, Luc, dat zal verboden worden. Hè, want dat zijn plaatsen waar je gaat samenscholen. De plaatsen waar dan alcoholische dranken worden genuttigd en geclusterd wordt of samengeschoold, daar gaan we echt op toezien dat dat verboden wordt. Dus we zoeken nu een breder kader om toch de nieuwjaarszangertjes op pad te laten gaan. Maar goed. En dan voor wat betreft de rest van corona, denk ik dat we hopelijk in de komende weken en maanden, ook op het vlak van vaccinatie en inperking van dat virus, dat we ook een paar grote stappen vooruit kunnen zetten. Dat is eigenlijk voor wat betreft de mededelingen van het college. Ik heb niet meteen andere mededelingen te doen. Bedankt, Peter. Karen had nog een vraag. Ja, dankjewel. Mogelijk maak ik mij heel erg onpopulair nu, maar ik vind het straf dat de gemeente beslissingen maakt waarbij de traditie boven de gezondheid gezet wordt. Ik vind dat heel erg, vooral die zangertjes, en dat is heel fijn, maar we zitten hier met een pandemie. Mensen hun gezondheid, ook al gaat je zeggen, je mag je deur toelaten, die kleine mannen die gaan rond en die verspreiden het gewoon. Hoe erg het ook is, je hebt hier een voorbeeldfunctie en zegt gewoon waar dat je prioriteiten liggen. Bij de gezondheid van de mensen of bij de traditie. Sorry, dat is een punt waar wij achter staan en kan misschien onpopulair zijn. Maar ik moest dit echt gezegd hebben. Geen probleem, alle begrip voor uw standpunt. Alle respect voor uw standpunt, Karen. Inderdaad. Hilde heeft ook nog een vraag. Ik versta Karen, naar de ene kant vind ik wat Peter voorstelt eigenlijk een heel goed idee. Want als je dat veilig doet, misschien dat ze bij dat dagelijkse blad dat ze zo een verwijzing doen, dat ze ook melden dat als de gastvrouw of gastman die iets geeft in hun tas een mondmasker draagt, dat dat dus al veiliger is. Maar ik kan Karen begrijpen, maar er zijn zoveel mensen die blij zijn dat er iemand op afstand aan de deur en met een mondmasker, met dus even de personen inlichten van als ze aan de tas komen of zo, dat ze hun handen goed ontsmetten. Ik denk de mensen die graag geven en die eens graag kinderen aan de deur zien met een mondmasker, dat die dat er graag voor over hebben voor het mondmasker te dragen en hun handen extra te ontsmetten. En misschien ook verwijzen aan als de tassen bij de kinderen leeggemaakt worden, dat ze dat ook een beetje in acht nemen. Dat daar ook kan besmetting aan die speeltjes of snoepen kan hangen. Dus dat dat toch wel even vermeld wordt, dat ze daar even goed over nadenken, om extra hun handen en zo te wassen. Maar ik kan Karen verstaan, maar ik vind het toch een goed idee van Peter, want ik voel het zelf. Ik mis mensen en de oudere mensen die dan nog niet gaan werken, die missen dan nog veel harder en die zien daar nu naar uit. Dat was mijn punt. Oké, Hilde, dank u.
Peter had gezegd, er was maar één mededeling, hè, Peter, vanuit het college. Dan kunnen we dit punt ook afsluiten. Volgend punt, collega's, het overzicht van de actuele dossiers. Zijn daar vragen omtrent? Gewoon een update, in zoverre dat er iets te melden is. Zijn er updates? Sorry, Luc. Ik denk dat iedereen best gewoon de update doet voor de rubrieken die binnen zijn bevoegdheid valt. Hè. Van Kapel Varenwinkel is net al toegelicht. Jeugdlokale Blauwberg, Mireille. Daar is morgen terug overleg met de laatste aanpassingen. Die zijn al toegelicht aan de jeugdverenigingen. En die hebben daar, dus we hebben het vorige overleg met de architect onmiddellijk samen met hun gedaan. Die hebben daar een digitaal overleg gehad met hun leiding. En die hebben die maandag daarna, dat was op vrijdag het overleg, hebben maandag toen teruggekoppeld dat ze eigenlijk helemaal akkoord waren met de veranderingen die voorgesteld waren. Hierdoor zijn we dan terug richting ons vooropgestelde budget gegaan. Morgen is gewoon nog die laatste aanpassingen en laatste planaanpassingen die besproken worden. En dan zitten we ook daar in de laatste rechte lijn eindelijk. En dan zullen ze nog een 6 weken nodig hebben om alles op te maken. Dus daar de volgende keer zeker een echte timing op. Voor afwerking echt. Oké, verdere updating? Ja, misschien ik even toelichten. We hebben deze week van Stijn van Hulsel de mededeling gekregen dat er toch een kleine achterstand is opgelopen in de tennishal. Ongeveer een week. Dat kan zijn dat men dat inloopt, maar we zitten nu aan de fase van de technieken. Maar er is volgens Stijn toch een kleine maand vertraging in gevolg de corona-toestanden en ook dus in een bepaalde periode zijn de arbeiders daar ook weg geweest. Dat is een kleine vertraging met betrekking tot de tennishal. Oké, dat was het laatste punt op het overzicht. 5-6-7 van het overzicht, jeugdhuis de Sjook, een fietspad Dipperstraat, een fietspad en riolering Aarschotse Steenweg. Oké. Ja, de Sjook is eigenlijk op zich niet heel veel te melden, behalve dat wij donderdag een overleg hebben met bestuur. Maar dat wij die plannen die er tot nu toe waren, dat wij die gaan met hun bespreken. Dan de twee fietspaden voor RAF. Van punt 6 en 7 eigenlijk. Ja, oké, RAF. Van punt 6 en 7. Fietspad dus hier Dieperstraat en Aarschotse Steenweg. Dat blijft nog altijd zelfs eigenlijk. En dus die mensen hebben tot het eind van het jaar eigenlijk een tijd gevraagd om een plan af te werken, een roadplan en een tijdingsplan eigenlijk. En daar zijn we nu nog op aan het wachten. We gaan toch zeker vast een van deze binnenkrijgen en dan kunnen we effectief verder. Maar momenteel is nog afwachten totdat die plannen klaar en afgelegd zijn. Oké, Raf. Wil ik gewoon even vragen, de plannen die aan het jeugdbestuur worden voorgelegd, of het bestuur van het jeugdhuis, dat we daar een kopij kunnen van ontvangen, digitaal is goed. Maar graag zo snel mogelijk en niet volgende week of zo. Dank u. Oké, dat is al een voorzet op de rubriek mondelinge vragen, collega's. Kunnen we daar dan naar overstappen? Ik vermoed van wel. Mondelinge vragen. Kleine mededeling ten aanzien van Ronnie. U heeft de mail gehad, heel de raad. De mail in verband met die toch, naar mijn gevoel, interessante vraag rond het spreekmoment. We gaan die ook integreren in de notulen. Dat is voor onze inwoners ook heel interessant, denk ik, om te zien wat mensen hier op onze gemeenteraad komen vragen en wat dat daar gevolg aan gegeven wordt. Verder, collega's, is binnen onze coalitie het voorstel geopperd om de mondelinge vragen voortaan via de fractieleiders te laten stellen. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar langs de fractieleiders zodanig dat ook
onmiddellijk in de schoot van het college een overzicht is van wat er aan vragen is en dat in de schoot van het college ook onmiddellijk kan worden uitgemaakt wie op de raad zelf kan antwoorden op die mondelinge vraag en welke mondelinge vragen best worden uitgesteld, zoals het huishoudelijk reglement voorziet, best worden uitgesteld naar de volgende gemeenteraad, want het is ten laatste op die volgende gemeenteraad dat de mondelinge vraag moet worden beantwoord. Maar goed, los van al dan niet akkoord met deze vorm van aanpak, het is nieuw misschien dat we vandaag nog in het oude stramien kunnen verder functioneren. Met name vraag ik nu aan iedereen... Papier is vast op een laptop verschijnen. Vraag ik iedereen of er mondelinge vragen zijn en zo ja, hoeveel. Dus ik moet even... Ja, mijn scherm is even... Ah, ik zie... Maria vraagt twee... heeft twee vragen. Maria is eerste. Maria, dan ga ik over... Sorry, Milo, maar ik was eerst. Ik ben niet eerst, hè. Ik ben niet eerst. Karen was eerst en dan Ronnie. Karen en dan... Ja, ja, het is hier heel... Dank je, Maria. Het is hier heel rommelig wat er binnenkomt. Karen was eerst. Met hoeveel vragen, Karen? Twee, alsjeblieft. Excuseer? Twee. Twee vragen. Tina, bij u komt misschien rapper binnen dan bij mij. Ronnie, één vraag. Ja? Evelien van Bets, vraag. En Evelien van Bets, ook één vraag. Oké, dus ik herhaal nog eens, Karen twee vragen, Ronnie één vraag, Maria twee vragen en Evelien één vraag. En Luc, u vraagt het woord in verband... Ja. Ja, aansluitend op wat u net vertelde, Milo. Wij vinden het gegeven dat de raadsleden alles via de fractieleider moeten gaan communiceren, zelfs de eenvoudige vragen, absoluut niet aangewezen. Eigenlijk digitaal, niet. Hè, digitaal. Maar goed, alle respect hoor, als de... Dat is democratie. Dat iedereen een goede wil, dat heel vlot kan lopen. Oké. Okay. Heel veel dingen vlot mee, maar ik zou alle raadsleden maximaal willen respecteren. Perfect. De raadslid en hun eigen vragen laten verwoorden indien dat... Oké, okay. Perfect. We daar geen misbruik van maken. Alle respect daarvoor. Ja, ik wou gewoon even toelichten. Wat ik daarmee bedoelde, is gewoon teruggaan naar het vroegere systeem. Het voorstel is niet om de vragen te laten formuleren door de fractieleider, maar wel een opleiding te maken van het aantal vragen die door uw fractie zullen worden gesteld, zoals we in het verleden deden. Ik snap niet waarom. Allee, dat is natuurlijk een keuze die je zelf wil maken, maar dat is een makkelijk systeem wat dat gehanteerd wordt. En dan worden de vragen gewoon door uw fractieleden gesteld. Het enige wat u doet, is oplijst. Oké, ik stel voor van gewoon maar de knoop door te hakken en met de vragen te beginnen, collega's. Karen was eerst, hè, want ik heb hier een heel onduidelijk beeld in. Hè. Karen was eerst met twee vragen. Karen, shoot. Ja. Mijn eerste vraag is, de oproep van de Fietsersbond heeft weinig succes gehad tot nu toe. Waarschijnlijk zit corona daar wel voor iets tussen. En wij vroegen ons af of daar nog promotie rond kan gemaakt worden vanuit de gemeente uit. Om daar toch wel een aantal mensen te proberen te bereiken. Ja, beste Karen. Dat is effectief. De opkomst eigenlijk voor de Fietsersbond is heel laag. Ik heb al verschillende mails zien passeren om uw vraag tegemoet te komen. Om langs andere kanalen eigenlijk reclame te maken om toch voor die Fietsersbond genoeg volk bijeen te krijgen. Daar zijn ze al mee bezig. Dank je wel. Dan ga ik over naar mijn tweede vraag. Dat zijn eigenlijk allemaal subvraagjes rond hetzelfde onderwerp. Dus hebben we als gemeente zicht op hoe het met onze culturele verenigingen gesteld is tijdens deze coronacrisis? Zijn er organisaties die binnen de huidige maatregelen toch nog aan nieuw materiaal
of nieuwe activiteiten werken en kunnen we hen hierin ondersteunen? Bijvoorbeeld naar promotie toe vanuit de gemeente, eventueel kosteloos. Kunnen we hun overige bezorgdheden en hun situatie bevragen? En is het problematisch voor hen dat de pauzeknop voor heel veel mogelijkheden nu reeds geruime tijd ingedrukt is? Dus heel veel vragen rond de culturele sector. Dat is cultuur, dus zal ik er maar op antwoorden. We zijn zelf met een initiatief gestart nu vanuit de gemeente van Cultuur at Home. Dus eigenlijk proberen onze kunstenaars en onze artiesten een klein beetje meer in het daglicht te stellen met korte filmpjes. De opnames daarvan gaan starten eind deze maand en ook begin december. Dat is eigenlijk een eerste ondersteuningsmaatregel voor die mensen, zodanig dat, eigenlijk, dat er een beetje promotie gemaakt wordt rond hetgeen dat ze doen. Na corona kunnen ze dan eigenlijk opgepikt worden om eigenlijk geboekt te worden, of kunnen mensen gaan kijken naar hetgeen dat ze allemaal gemaakt hebben als kunstenaar. Vanuit de culturele verenigingen, ik heb toch gezien dat toch culturele verenigingen zijn, dan socioculturele verenigingen die toch nog erin slagen om activiteiten te organiseren. Zoals de heel gesmaakte wandeling, griezelwandeling van de KBW was het zeker, Christian. Dus op dat vlak zit het ook wel redelijk goed. Welke puntjes waren er nog dat je moest beantwoorden in uw vraag, Karen? Of we hun bezorgdheden en hun situatie overal kunnen bevragen. En of jullie een zicht hebben op hoe problematisch het voor de verenigingen is. Zit daar een patroon in? Sommigen wel, sommigen niet. Bepaalde sectoren binnen de cultuursector die er meer last van ondervinden dan anderen. Vooral van de socioculturele verenigingen. Oké, ze kunnen minder zaken organiseren, maar dat zijn er ook in de enquête dat we gedaan hebben in het kader van de subsidie, de bijkomende subsidies voor de verenigingen, zijn die mensen ook aan bod gekomen en hebben ze eigenlijk ook hun bezorgdheden kunnen meegeven, net zoals de sportverenigingen en de jeugdverenigingen. Maar als ik concreet kijk welke dat er het meest onder lijden, dat zijn natuurlijk ook wel de mensen, de artiesten zo, die een broodwinning kwijt zijn hè, voor een stuk. En specifiek voor die beetje meer te ondersteunen, hebben we zo'n initiatief gelanceerd. En moest de coronacrisis nog langer duren, dan gaan we ook dat initiatief uitbreiden. Via Herstelt Leeft een keer bevraging doen van mensen die daar wel een extra aan deelnemen. Maar natuurlijk hopen we dat de huidige daling van corona zich verder zet en dat we weer naar een normalere cultuurbeleving kunnen gaan. En volgend jaar dat we eigenlijk dan ook de activiteiten in het kader van CCD Kerken bijvoorbeeld, dat we toch zo snel mogelijk kunnen hervatten op een veilige manier. Ja. En jullie gingen in volgende maand, dus december, gaan jullie starten met dan die opnames van die filmpjes. En wanneer zien jullie die dan effectief, de actie die dan bij wordt, die publiceren of zo, is dat dan ook nog december of gaat het dan volgend jaar? Nee. Het is eigenlijk onmiddellijk daarna zullen we zo twee filmpjes per week of iets. Echt heel kort op de bal en korte filmpjes. Ja. Ja, oké, dankjewel. Oké, Karen. Bedankt, Pieter-Jan. Dan heeft Ronnie nog een vraag. Ronnie, graag aan u het woord. Ja, oké. Het geluid staat terug op, zie ik. Ik had nog een puntje of een aantal vragen een beetje uiteenlopend, maar geformuleerd onder één punt. Ik ga het volledig formuleren. Het kan zijn dat er sommige dingen niet kloppen, maar we moeten ook bepaalde zaken horen via niet-officiële kanalen. Maar ik had vernomen onder andere dat de gemeente een nieuw logo zou ontwerpen of laten ontwerpen of aan het ontwikkelen zijn. Ik ken het stadium er niet van. Als dat klopt, hebben we er toch wel wat bedenkingen bij. We hebben namelijk een logo, gastvrij en groen, dat nog redelijk recent is ingevoerd en dat ook in heel hoge mate symboliseert waarvoor de gemeente Herselt eigenlijk staat. Ik ga dat vandaag niet uit de doeken doen, maar ik wil dat wel eens doen. Maar als dat verhaal klopt, verneem ik ook of zie ik in een beslissing van het college dat men onder andere dat logo zou willen promoten
door een heuse promocampagne op te zetten naar de bevolking toe. Ik vat even samen wat ik er kan uit opmaken. We lezen het volgende in een collegeverslag. Er worden schoudertassen aangekocht, balpennen, memoblokjes, mondmaskers, heel actueel. En ja, zelfs bloemenzaad tegen dat de lente eraan komt. Allemaal mooi. Maar als ik dan nareken wat betreft de gunningen en de firma's die deze zaken mogen leveren, dan kom ik eigenlijk op een totaalplaatje van toch wel een kleine 16.000 euro. Nu in plaats van cadeautjes uit te delen, en als het dan ook gaat over het promoten van een logo, daar zijn andere middelen voor, dat kan je in Herselt Leeft plaatsen, daar kan je de website voor gebruiken. Sinterklaas is wel heel dichtbij, maar ik vond dit toch wel een aanzienlijk bedrag, gewoon om een promocampagne op te zetten. Maar dan, en dat vind ik dan als sluitstuk eigenlijk toch wel een beetje ironisch, want als dit verhaal klopt, ja, dan val ik helemaal achterover. Ik ga proberen te blijven zitten voor de camera, maar ik zie dan, of ik meen te weten dat op die draagtas niet alleen het nieuwe logo of een logo zou opkomen, maar dat er ook zou opkomen koop lokaal. De slogan die wij ook allemaal hanteren en die wij ook graag hanteren, onze lokale middenstand ondersteunen en zeker in deze coronatijden. Nu, wat merk ik dan in die gunning van het college? Dat al die artikelen, ik heb er 6 opgenomen, denk ik, al die artikelen allemaal aangekocht worden buiten onze gemeente. Nu, ik kan erin komen dat bepaalde zaken niet door onze eigen ondernemers kunnen aangeleverd worden. Maar erg wordt het dan als ik merk dat ondernemers die dat wel kunnen, dat die helemaal niet zijn geconsulteerd voor een offerteaanvraag om een offerte in te dienen. En wat zie ik dan? Veel artikelen worden gekocht in het Mechelse, dat is nog vrij dichtbij. Maar de bewuste schoudertas waar die slogan koop lokaal zou opkomen, die wordt in Nederland aangekocht. Ja, ja, in Nederland, samen met nog een ander gadget. Want het college heeft het over gadgets. Maar ik vind het nogal toffe gadgets in dat geval. Het belastinggeld van onze inwoners moeten spenderen aan aankopen die dan moeten symboliseren koop lokaal als we dat al in het buitenland gaan doen. Ik vind dat heel sneu en heel spijtig. En ik denk dat daar andere middelen voor waren, dat jullie daar iets meer tijd hadden moeten voor nemen. Maar ik vind dit eigenlijk niet kunnen. Ik zeg er wel bij als het verhaal klopt, want wij weten het eigenlijk niet officieel. Ik raap verschillende puzzelstukjes bij elkaar en ik kom op dit verhaal. Dat wil ik maar zeggen. Mag ik dan uit dit verhaal distilleren dat uw vraag is of het verhaal klopt, Ronnie? Inderdaad, daar komt het op neer in de verschillende facetten. Want het zou kunnen dat ik van in het begin fout ben, maar het zou moeten lukken dat ik met alle facetten fout ben. En dan had ik graag wel geweten waaruit ik de fout gedistilleerd had of wat er wel klopt aan het verhaal. Okay. Ja, ik wil daar gerust op reageren. Ja, we verschillen duidelijk van alvast één principe, namelijk dat u het huidige logo nog altijd beantwoordt aan wat onze gemeente vandaag voor staat. Dus daar verschillen we fundamenteel. In die zin dat het zijn tijd heeft gehad, maar de dennenbomen die erop staan, dat zijn precies de boomsoorten die vandaag niet meer mogen herplant worden als je bepaalde bomen gaat rooien. Dat is één zaak. Twee, gastvrij en groen. Ik vind dat nog altijd een goede slogan, maar kan je dat gewoon niet zijn, hè, in plaats van het benoemen. We hebben die oefening van huisstijl, logo gecombineerd met website. Hè. Je weet dat de website ook sinds menige jaren geen update meer heeft gekregen en vandaag voor de nodige kopzorg gezorgd bij de transformatie naar de nieuwe website. Maar goed,
We hebben alles in één beweging willen nemen. We hebben daarvoor een bureau onder de arm genomen, zoals dat gebruikelijk is. Dat kon je lezen in de collegebesluiten, bureau Nelson. Ja, ik weet dat er sommige andere methodieken bestaan, maar wij halen de deskundigheid waar ze zit. En wij hebben dus een studie besteld, heb ook toegelicht op Unizo, waarin dat we enerzijds gevraagd hebben van hoe ziet de hersteltenaar hersel en hoe wordt hersel gepercipieerd. En dat is een belangrijk document. Dat is u zelf een vraag stellen en is proberen te weten te komen van zijn we eigenlijk voldoende, hebben we onze inwoners voldoende geïnformeerd over onze identiteit, wat we zijn, wat we hebben en worden wij ook door anderen zo gezien. En die synthese die zit vervat in een document dat opgemaakt is door het bedrijf Nelson. Wij plannen op 14 december, als alles goed gaat, de lancering van de nieuwe website en logo en de nieuwe huisstijl op één datum. Dus voor wat betreft dat logo, dat klopt. Voor wat betreft de uitbesteding aan handelaars is het eigenlijk een gegeven dat wanneer een logo onder discretie en onder embargo moet geproduceerd worden, dan is dat enerzijds heel moeilijk om binnen uw eigen gemeente te gaan organiseren. En we hebben binnen onze eigen gemeente ook verschillende leveranciers. Die verschillende leveranciers zijn ook gevraagd geweest in bepaalde onderdelen naar een prijs. Hè. Dus met andere woorden, als we daar vaststellen dat het onder embargo zetten van een logo de prijstechnische kant, ja, dan hebben we ervoor gekozen van de openbare aanbesteding te volgen zoals dat die vandaag gebeurd is. Wil dat daarom zeggen dat alle bestellingen in de toekomst de facto naar het buitenland, zoals je dat noemt, gaat? Nee, dat denk ik dat heel duidelijk is. Van het moment dat het momentum er gekomen is van de lancering van website en logo, dan zullen we effectief opnieuw de lokale handelaar daarin gaan betrekken. Dat is de evidentie. En dat is eigenlijk alles wat ik daar kan en wil over zeggen. Oh, ik nodig jullie uit. We gaan een presentatie maken op 14 december. Onder welke vorm dat we dat moeten doen, gegeven corona, is nog niet meteen duidelijk. En dan zullen we ook toelichten hoe de opbouw en hoe de redenering is gekomen en wat vooral het resultaat is van die denkoefening. Oké. Op antwoorden, Peter. Ik zal zeker die presentatie komen volgen. Maar wat u zegt, is, maakt het verhaal alleen nog maar zwaarder en moeilijker en duurder. Want nu hoor ik dat er een heus studiebureau, ik zou eens graag weten wat het gekost heeft. Dat moet u nu niet vertellen, maar dan mag u mij wel bezorgen of onze fractie. Wat studiebureau Nelson gevraagd heeft om een logo, want ik heb vernomen dat het twee gele strepen zijn met een H tussen. Daar moet u niet veel verbeeldingskracht voor hebben. Ik ken ook geen mensen die geconsulteerd zijn om te weten wat inwoners vinden van onze gemeente, waar we voor staan en waar we niet voor staan. Ik heb weinig daarvan gemerkt. En wat het nog verzwaart, zijn twee andere feiten. Die handelaars zijn wel degelijk niet gecontacteerd. Die zijn gecontacteerd voor andere aanvragen. Maar er zijn handelaars die bepaalde werken wel aankonden en die helemaal niet zijn gecontacteerd. Terwijl die vroeger wel gecontacteerd werden. En dan wat betreft het gebruik van het nieuwe logo, dat maakt de prijs nog hoger. Dat betekent dat we al ons drukwerk, papier, omslagen, dat we dat ook allemaal nog eens moeten veranderen. Ik zou graag deze week een volledig prijskaartje krijgen van de kostprijs, nieuwe huisstijl, logo, ontwerp, het promoten daarvan. Ik heb het nogal gezegd, er zijn andere manieren om dat te promoten. Dat zal duidelijk merkbaar zijn. Daar hoef je niet zoveel geld voor uit te geven. Ik vind dat in deze tijden eigenlijk haren getrokken. Oké, collega's, dit is een duidelijke vraag, Ronnie, maar we hebben hier voor één vraag toch wel heel wat verschillende vragen en bedenkingen gehad. Ik moet hier echt couperen in weerwil van de goede sfeer die er heerst. Ik ga dus over naar Maria, die twee vragen had nog. Ja. Maria, het woord is aan u. Dank u wel. Mijn eerste vraag is, ik heb vernomen dat er een vraag zou zijn voor Ramsel voor een skaterramp te plaatsen aan de pleinen.
Mijn vraag is gewoon, hoe zit dat? Is daar kans voor? Wordt daaraan gewerkt of waar gaat die skaterrem dan eventueel wel komen? Ik heb die vraag gekregen van inwoners van onze deelgemeente. Oké. Okay. Mireille, je gaat... Ja, okay. We hebben het inderdaad al op de budgets voorzien. Dat is ook toegelicht. Dat budget staat voorzien voor volgend jaar. Ook weer corona heeft daar weer wat roet in het eten gegooid, want het was de bedoeling om al een heel participatietraject daaromtrend op te zetten. Veel verder dan we nu gedaan hebben met alleen nog maar een bespreking op de jeugdraad. Dat heb ik ook afgelopen jeugdraad nog eens toegelicht. Dat zal nog steeds zijn doorgang vinden. Dus wij gaan al onze skaters en jongeren uit Herselt daarbij betrekken. Er is een vraag om dat in Ramsel te plaatsen. Er zijn ook vragen om dat in Herselt, zoals jullie uit het verleden wel weten. Er zijn uit verschillende kanten zijn er wel vragen daaromtrend. De beslissing daarvan gaat uiteindelijk op advies van de jeugd genomen worden. Dus het is niet zo dat er gezegd is van ja, een van die opties is inderdaad bijvoorbeeld aan de voetbalterreinen in Ramsel. Dat klopt. Dat is een van de opties die op tafel zal liggen. Mm. Oké, okay, dank u wel. Okay. De vraag was gewoon gesteld omdat zij als opmerking hadden dat alles ook niet in Herselt moest doorgaan. Dat er ook wel sportinfrastructuur in Ramsel mocht bijkomen. Dat was echt de opmerking die de jeugd had hier. Dank u wel, Mireille. Oké, okay, Maria. Mijn tweede vraag is, vanaf 1 januari, en dat is ook voor Mireille, denk ik, gaat er die nieuwe huisvuilverwerking door. Hoe dat staat met de zalen. Als de verenigingen dan u huren, gewoon voor een koffietafel of zo. Want ik had van IOK het bericht gekregen dat wij dan een container zouden moeten huren. Maar dat is eigenlijk niet reëel. Dat je telkens een container moet huren als vereniging, als je gewoon een koffietafel of zo. Is daar ergens al iets van beslist hoe dat gaat gaan voor de mensen die zaal huren? Ja, dan worden er zakken. Dan bieden jullie eigenlijk zakken aan. Ja, dus die worden dan gekocht bij jullie, zeg maar. En die gaan jullie in die container stoppen. Dus dat wordt een beetje verrekend op die manier, zeg maar. Via de gemeente terug verrekend als vroeger. Ja, als dat grotere evenementen zijn, dan kunnen die inderdaad zelf een container ter beschikking krijgen. Voordat die een bepaalde nummer aan toegewezen krijgen. En dus ook facturatie rechtstreeks aan hun. Dus dan zitten jullie daar voor niks tussen. Anders verkopen jullie gewoon inderdaad zakken. Ah ja, heel goed. Dank u wel. Okay. Prima. Oké, Maria, bedankt. Mireille, ook bedankt. Dan is Evelien nog aan bod voor één vraag. Evelien, graag aan u het woord voor een vraag. Ja, dank u wel, Milo. Ik heb eigenlijk een vraag voor Raf. Er is een duiker op de Wolfdongse Steenweg ter hoogte van nummer 136, die dat eigenlijk wel zwaar verzakt is. Dat is vlak naast het fietspad. En mijn vraag was of dat eventueel zou kunnen opgelost worden. Dat is ook bij mensen in de voortuin, die willen in een tuin gaan aanleggen. En zolang dat die een duiker eigenlijk verzakt ligt, is dat een moeilijke. Dus mijn vraag is, wat gaan we daarmee doen? Okay, bij deze ga ik u ook mijn antwoord geven. Ik heb gisteren, of eergisteren eigenlijk, uw mail gehad in verband met de foto van uw bericht gehad eigenlijk, met een duiker. Ik heb die ook doorgegeven naar de diensten en ze hebben die ook wel bij op de agenda gezet. Dus dat gaat een van de volgende opgelost worden. De duiker gaat volledig mee naar mogen komen. Okay. Dus dat gaat op een aanzienbare tijd opgelost worden. Oké, dank u wel, Raf. Oké, Evelien, oké. Raf, look, ik zie dat u tegelijkertijd met Evelien nog een vraag had, die ik over het hoofd gezien heb. Nee? Oké, perfect. Oké, collega's, dan sluit ik nu het openbaar gedeelte van de gemeenteraad en open ik het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het eerste agendapunt, goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van 26 oktober. Ik ga maar meteen tot stemming over, veronderstel ik. Ik ga ervan uit dat er geen vragen zijn rond notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van oktober. Ik zie niks binnenkomen. Oké, Luc Petermaans. En voor de volledigheid, alle punten die parallel zijn met daar straks, dezelfde stemming dragen. Dus in dit geval is het wel goedkeuring, want dit zijn allemaal noten.
Luc, ik weet niet of ik u goed begrepen heb. Zegt u nu dat u heel pragmatisch al wat parallel loopt in één gooi wil goedkeuren? Ja, als die daar straks op de gemeenteraad stonden of van net die we goedgekeurd hebben en die nu ook noodgedwongen op de OCMW-raad staan, vanzelfsprekend dat die als goedkeuring mogen meebeschouwd worden. Dus dan recapituleer ik nog even. Dus dan betekent dat, Tina, moet je moet maar kritisch zijn tegenover wat ik zeg, Tina. Parallel loopt dan ook het huishoudelijk reglement. Dat is uiteraard ook hetzelfde huishoudelijk reglement als het reglement, huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Wat ook parallel loopt, buitengewoon algemene vergadering van IOK, van CIPAL, maar welzijnszorgcampen niet. Dus daar zal ik rappel over laten stemmen. Hè. Luc Petermans, dus welzijnszorgcamp, buitengewoon algemene vergadering. Tim Tubaks. Ja, ik hoor. Oké, Christophe van Dingen. Ja. Karen Broes. Ik hoor. Oké, bedankt collega's voor die pragmatische manier van denken. En uiteraard volledig parallel lopend met het verhaal van de erfpacht, de zusterhuis en Kapel Varenwinkel. Dat is uiteraard 100% gelijklopend. Dus dan laat ik gewoon nog stemmen over het... Tim Bullock stemmen. Het is eigenlijk een puur formaliteit natuurlijk. Maar Luc Petermans, de indiener van het voorstel. Ja, Tim Tubaks. Ja. Christophe van Dingenen. Ja. En Karen Broes. Ja. Oké, collega's, dan zijn wij spectaculair snel en op heel korte tijd ook aan het einde van deze OCMW-raad in openbaar zitting gekomen. En dan sluit ik de zitting wat betreft het openbaar gedeelte van OCMW-raad. En dan gaan we over naar de besloten zitting van de... Ja, Tina vraagt mij heel terecht om de privacy te respecteren en om elke opname vanaf nu onmogelijk te maken of te stoppen. Hè. Trouwens, in de marge, collega's, het zittingsverslag mag geen uitspraken of geen bemerkingen of geen debatten bevatten van het besloten gedeelte van de OCMW-raad en van de gemeenteraad. En dus ook mag er geen audioverslag zijn van een gemeenteraad en van een OCMW-raad. Dit even in de marge.